communicatie houden. En ja, Barry, we gaan ons best doen om alles zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Maar mocht je dan toch nog vragen hebben, dan schroom niet om die via de chat te stellen. Vervolgens een verzoek. We zijn van plan om dit webinar op te nemen en om dat na afloop beschikbaar te stellen. Heeft u daar bezwaar tegen of wilt u niet in beeld komen of wilt u dat uw naam uit beeld blijft? Geef dat dan even door aan Annelies de Graaf van het SIKB en het e-mail staat hier in beeld. Dan zullen we daar rekening mee kunnen houden. Zover het formele. Ik zie daar ook verder geen vragen langskomen in de chat. Dus Annelies, graag de volgende dia. Nou, we hebben een vol programma. En ik heb inmiddels een beetje ervaring met online fora. En dan is er echt wel behoefte om ieder uur een pauze in te lassen. Dus dat gaan we ook nu doen. Na mijn inleiding en de aanleiding waarom deze nieuwe rekentool is gekomen, zal Annelies jullie meenemen over de wijzigingen in de BUM en de HUM, die dankzij deze nieuwe tool zijn doorgevoerd. En dan vervolgens gaan we de diepte in met Henk, die de achtergronden van de rekentool uit zal leggen en hoe bepaalde keuzes gemaakt zijn met de klankbordgroep. Dan hebben we een korte pauze. Kan iedereen even een glaasje water halen. En vervolgens zal Ronald Cornelissen van de Omgevingsdienst Midden-West-Brabant zijn ervaringen met de praktijk met jullie delen. Hè, van wat lastig was in het verleden en wat de verbeterpunten zijn met deze nieuwe rekentool. Vervolgens komt Henk met een aantal oplossingsrichtingen hoe de tool te gebruiken. En die hebben we eigenlijk opgehaald door vragen die al heel snel aan ons gesteld zijn. Vervolgens is er nog ruimte voor vragen van jullie aan ons. Dan zullen we die beantwoorden. Ik zou zelf de tijd bewaken. En als er naar een presentatie is, er altijd wel de mogelijkheid voor het stellen van 1 of 2 vragen. Ja, Annelies, mag ik de volgende dia? Ik heb hem hier ook nog op mijn tweede scherm anders. Even een korte voorgeschiedenis. Waarom zijn we gekomen tot een nieuwe interferentietool voor gesloten bodemenergiesystemen? In 2016 is er een evaluatie geweest van het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. Dat is uitgevoerd door bureau 38 met medewerking van een paar andere adviesbureaus. En een van die uitkomsten was dat de toetsingsmethode voor interferentie, dat die eigenlijk eenvoudiger zou moeten en het liefst uniformer en het allerliefste ook nog digitaal. Dat is aanleiding geweest voor het ministerie om een opdracht te geven aan Groen Holland. Die heeft de rekentool gemaakt. Die heeft dus een eenvoudig ontwerp wat toepasbaar is en geautomatiseerd. De methode is gevalideerd en waar mogelijk verbeterd. En er is ook nog goed gekeken naar en hoe deden we dat in het verleden en hoe kunnen we die verbeteringen meenemen. Inhoudelijk gaat Henk Witte daar straks op in. Dan graag de volgende dia. Het allerbelangrijkste natuurlijk van bodemenergiesystemen is het doelmatig functioneren. Een van die dingen om doelmatig te kunnen functioneren, hè, om een goed rendement te hebben, is ervoor te zorgen dat je geen last hebt van je buurman en uiteraard ook omgekeerd dat de buurman geen last heeft van jou. Dat rendementsverlies, dat is te vertalen naar een temperatuurverlaging op je systeem. En daarvan is in het verleden al gezegd, je mag een buurman maximaal 1,5 graad negatief beïnvloeden. Hoe kun je dat nou precies bepalen? Daar is de rekentool voor gemaakt. Daar gaat Henk een toelichting op geven. Maar eerst, en daar gaan we nu mee beginnen, is met Annelies, die even ons meeneemt naar de HUM en de BUM.
Want voordat je bij de rekentool bent, dan zitten daar ook al een aantal stappen aan vooraf. En dan geef ik nu graag het woord over aan Annelies de Graaf, die ons meeneemt over de Humbum bodemenergie. En nogmaals, van hebben jullie vragen, stel ze gerust in de chat. En dan zal ik bewaken dat uw vraag ook beantwoord wordt. Annelies, het woord is nu aan jou. Dankjewel, Jan-Frank. Mijn naam is Annelies de Graaf van SIKB. Ik heb jullie de mails gestuurd over deze bijeenkomst. En vandaar misschien inmiddels een bekende naam. En ik ben ook bij SKB zeg maar, projectleider voor het beheer van de BUM en de HUM bodemenergie. En daar ga ik nu iets over vertellen, wat daarin de recente wijzigingen zijn. Nou, we hebben het dan over, er zijn twee delen van de HUM en BUM bodemenergie. Deel 1 is voor provinciale taken, dus de vergunningverlening en het toezicht voor open bodemenergiesystemen. En deel 2 is voor de gemeentelijke taken en dat heeft een betrekking op maatwerkvoorschriften die mogelijk zijn in de huidige wetgeving en ook toezicht en toets van meldingen voor gesloten bodemenergiesystemen. En een hele belangrijke bijlage daarin is natuurlijk bijlage 2, de methode voor het toetsen van interferentie tussen de kleine gesloten bodemenergiesystemen en daar gaat het vanmiddag om. Ik hoop dat jullie op de hoogte zijn. We hebben geprobeerd breed te communiceren dat er inmiddels een nieuwe versie is vastgesteld. Die is heel recent vastgesteld op 26 maart. En de aanleiding daarvoor was de nieuwe interferentietool. Die eigenlijk een soort van ingebouwd is in de procedures die de BUM, vooral de bijlage 2, voorschrijft. Nou, daar hebben we bij SKB een formeel traject voor. Het CCVD, het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, die heeft op 26 maart in een online vergadering, de eerste online vergadering van het CCVD, dit document vastgesteld. En op 15 april, dus dat is vorige week, is die dan officieel in werking getreden. We hadden de ITGDS al eerder gepubliceerd en wat ik zo beluister her en der is dat hij al heel veel toegepast werd, ook voor 15 april. En dat was natuurlijk ook prima. Wat we ook nog wel eens horen is dat ook versie 2.3 nog wel eens gebruikt wordt voor als de ITGDS een minder gunstige uitkomst geeft bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus verzoek om de nomogrammen niet meer te gebruiken en ook aan de bevoegde zaken om die ook niet meer in behandeling te nemen. Dat is dan geen goede onderbouwing meer voor de interferentietoets. Waar kunt u die vinden, die methode, de bijlage 2, de methode interferentie? Dat is de nieuwe versie 2.4, staat op de SKB-site. Ik moet nog zeggen, niet alleen de bijlage 2 is veranderd, maar omdat we een nieuwe versie gingen vaststellen van bijlage 2, moesten ook de hoofddocumenten veranderd worden, maar die zijn echt op kleine detailpunten. Naam van het ministerie was veranderd. ISO heeft nu een andere naam gekregen. ISO niet, kwaliteit van ingenieurs. NL heeft een andere naam gekregen. Dat soort dingen zijn aangepast. Dus dat is niet zo spannend. Je hoeft het niet opeens helemaal opnieuw te bekijken. Daar zijn nog wel grotere aanpassingen nodig bij het inwerkingtreding van de omgevingswet. Medio volgend jaar naar verwachting. En daar gaan we dit jaar mee aan de slag om dat voor te bereiden. Maar zover is het nu dus nog niet. Wat zit er nu nieuw in die versie? Of wat is er gewijzigd? Ik zei het al, de ITGDS is ingebouwd. En daarbij wil ik ook nog even wijzen op het feit dat ik merk aan de vragen die we krijgen dat mensen een keer, als je de tool hebt gedownload, dat je dan steeds opnieuw dezelfde tool gebruikt of hetzelfde bestand. Maar heel af en toe komt er toch nog een kleine bug naar voren en dan is Henk Witte zo attent om dat aan te passen. En dan zetten we weer een nieuwe versie op de site. Dus we hebben nu versie 2.11 of 0.211. Maar in ieder geval, de huidige versie op de actuele versie op de site, dat is de goede versie. Dus voor elke nieuwe berekening vraag ik die versie gebruiken.
Wat er ook op de site staat, is de handreiking van hoe werk je nu met de IPGBus, welke gegevens moet je invoeren. De toelichting daarop staat ook in de tool zelf, maar in de handreiking is het iets breder, iets beter toegelicht. Ook welke foutmeldingen je kunt krijgen. Nou, dus dat is wel goed om die door te lezen voor gebruik. En als je het aan iemand anders uitlegt, om die ook die handreiking daarin mee te geven. En voor de hele geïnteresseerde mensen staan de onderbouwende rapportages ook op diezelfde pagina. En dat zijn de rapporten van Groen Holland met de hele afweging, onderbouwing, evaluatie van de oude methode, toelichting van de rekenmethode, waar Henk zo meteen in detail mee op ingaat. Nou, we hadden natuurlijk in de oude bijlage 2 altijd al zo'n groot beslisschema zitten. Inmiddels zijn dat 2 schema's geworden, want ik kreeg het niet meer in 1 schema gepropt. Dus we hebben nu eigenlijk de methode die we al hadden met de nomogrammen, die hebben we nu de standaardmethode genoemd. Maar die is op onderdelen gewijzigd. En er is een nieuwe methode voor kleine gesloten bodemenergiesystemen, die nagenoeg die ontworpen zijn op energiebalans, of nagenoeg energiebalans. Omdat dat in de praktijk nog wel eens gebeurt en dan veel rekenwerk scheelt voor de ontwerpers. Daar kom ik zo op. Nou, in die standaardmethode zitten een aantal nieuwe elementen. En dat is een nieuwe invoeging is dat er grote systemen in de omgeving moeten worden bekeken. Dat stond in de vorige versie van de bijlage 2 stond daar wel iets over dat je dat moest doen. Maar nu is dat scherper gemaakt dat je zegt, je moet binnen 350 meter kijken. Daar is geen hele grote onderbouwing, want het hangt natuurlijk erg van de grootte van het grote systeem af. Wat de invloedstraal is. Dit leek de klankbordgroep een veilige marge om op te nemen. Natuurlijk is het gebruik van de IPGBus in de stappen opgenomen in plaats van de nomogrammen. En wat ook nieuw is, is een optie om aan te tonen dat het ontwerp van de nieuwe systemen voldoende compenseert voor eventuele negatieve interferentie door andere systemen. En dat is in paragraaf 2.3 van bijlage 2. Dat is een hele nieuwe paragraaf. Is dat beschreven hoe je dat kan doen voor verschillende situaties. En dan wordt het ook aan de hand van een voorbeeld uitgelegd. Maar dan nog een wijziging die misschien niet zo in het oog springt. Maar dat is in de tekst ook van de bijlage 2. Is in tabel 1. Daar stonden altijd al 3 rijen, zeg maar, voor de mate van de grondwaterstromingssnelheid. Dat waren eigenlijk, voor de mate van energiebalans, het koude overschot. Dat waren eigenlijk geen klasses, maar dat waren een soort absolute waarden, alleen dan kwalitatief omschreven. En die zijn omgeschreven naar klassen. Waardoor het door het voor het bevoegd gezag toch ook weer toetsbaarder wordt. Indien dus ook duidelijker wordt waar dan op getoetst wordt. Dus dat geeft meer duidelijkheid. En verwijderd is de stap van de worst case interferentieafstand. Want de mening van de klankbordgroep was dat dat nu niet meer nodig is. Omdat het nu met de tool eigenlijk zo eenvoudig is om de echte invloed te berekenen. Dat je dit niet meer nodig hebt. Het compenseren voor interferentie noemde ik net even. Annelies, mag ik je even onderbreken? Er staan wat vragen. Misschien moet je daar eerst op reageren voordat je de volgende bladzijde neemt. Nee, dat gaan we niet doen, want ik heb aan het begin aangegeven dat we de vragen bewaren tot op het eind van de presentatie. Dus Annelies, graag gewoon doorgaan. Ja. En ik kan ook voor jullie, ik zie de chat nu niet, ik zie nu alleen de sheets, maar dat komt straks wel. Het compenseren voor interferentie.
Ja, dat kan eigenlijk op twee manieren aan de orde zijn. Wat we nu zien uit vragen die we krijgen en ook bij de omgevingsdiensten binnenkomen, is dat je soms, als je de interferentietoets ziet, of in de oude meldingen, zeg maar, van bestaande systemen, dat je daar ziet van het ontwerp compenseert al voor de interferentie. Dus dan, als je dan met de tool gaat rekenen, dan kom je natuurlijk automatisch terecht op interferentie door het nieuwe systeem. Want er was al meer dan 1,5 graad invloed voordat het nieuwe systeem erbij was. Dus dan zou er niks meer mogelijk zijn. Ja, dat is eigenlijk een advies. Dit staat nog niet in de bum wat hier nu staat, maar het advies is van om dan te kijken van, ja, als je zeker weet dat de invloed van de nieuwe systemen op de bestaande systemen zeer beperkt is, en dan is 0,1 graad een goede maat, dan kunnen de nieuwe systemen bijgeplaatst worden. Andersom, als er bij de nieuwe systemen sprake is van interferentie door de bestaande systemen, dus dat is de tweede helft van de sheets, dan kun je weer die paragraaf 2.3 gebruiken, waarin staat hoe je dat kunt onderbouwen. Dus door aanpassing van je ontwerp. En dan is het wel belangrijk dat het voegzag daar ook een onderbouwing bij krijgt. Ik ga daar nu niet inhoudelijk op in. Henk Witte gaat daar verder nog bij de praktijkoplossing. Nou, even dat wat ik nu vertelde, wat zijn nu dan de belangrijkste wijzigingen in de standaardmethode? Nou, dat is de eerste stap. Een grote systeem binnen 350 meter. Hè, dus die omdat meer scherper omschreven is in de nieuwe versie van bijlage 2. Natuurlijk, stap 4, dat was vroeger bepaalde temperatuureffecten met de nomogrammen en nu dus met de IPGB's. En als er sprake is van meer dan 1,5 graad temperatuurverlaging, dan is een extra optie toegevoegd van onderbouwen, toon aan dat het ontwerp van de nieuwe systemen voldoende compenseert voor de nieuwe interferentie, voor de negatieve interferentie. Nou, dan de nieuwe alternatieve methode. Die is echt bedoeld voor ontwikkelingslocaties waar je vaak grootschalig door een projectontwikkelaar, door één ontwerper, eenzelfde soort systeem wordt geplaatst met een grote mate van energiebalans. Kunnen er meer of minder dan 20 zijn. En daarvoor is nu deze alternatieve methode opgenomen waarbij je dan kunt toetsen wat zeg maar de worst case temperatuurverlaging is. En ja, daarbij neem je eigenlijk de temperatuurinvloed van het systeem met de grootste specifieke warmteonttrekking. En je neemt de kleinste afstand in het nieuwe veld van bodemenergiesystemen. Dus het hoeft niet per se bij dat systeem met de grootste specifieke temperatuuronttrekking te zijn. Maar wel de kleinste afstand in het hele veld. En daarmee niet die gegevens voer je in van die systemen. En dan, als dan blijkt dat er minder dan 1 graad temperatuurverlaging plaatsvindt, door dat systeem met de grootste specifieke warmteonttrekking, dan is er geen sprake van interferentie en kan het veld van systemen geplaatst worden. Nou, er zitten wel een aantal voorwaarden aan natuurlijk. Ook hier geldt dan wel, er moeten geen andere systemen binnen, kleine systemen binnen 120 meter aanwezig zijn van de nieuwe systemen. En binnen 350 meter geen grote systemen. En het moet natuurlijk ook zo zijn dat de ITGBS wel toepasbaar is bij de grondwaterstroming, want anders klopt die berekening van de temperatuurinvloed waarschijnlijk niet. Nou, en daarvoor is dus nu het tweede schema nieuw toegevoegd aan de bijlage 2. Dat is eigenlijk helemaal nieuw, maar dit is eigenlijk gelijk al aan de stappen in de standaardmethode. Deze stappen zijn dan specifiek voor de alternatieve methode.
Tot zover. Oké, Annelies, dank je wel. Er zijn een paar vragen en ik zag dat zelfs in de chat al discussie gevoerd werd. En dat is op zich prima. Maar de eerste vraag die is in de chat al beantwoord. Waar staat de BUM-HUM voor? Nou, BUM staat voor besluituitvoeringsmethode en de HUM staat voor de handhavingsuitvoeringsmethode. En dat zijn instrumenten met als bedoeling dat je uniformiteit krijgt tussen alle verschillende overheden. Annelies, wil je daar nog iets aan toevoegen? Nee, dat is mooi zo. En dan is de volgende vraag van Herman Berens. Is de ITGBS verplicht voor de indiener of voor de behandelaar? Annelies. Ja, hij is eigenlijk voor niemand verplicht. De BUM en de HUM zijn handreikingen. Ze geven invulling aan de regelgeving, zeg maar, die op hoofdlijnen is geformuleerd, meer op doelvoorschriften. En de BUM en de HUM die proberen dat makkelijker te maken. En onze observatie, zoals wat wij horen uit het werkpad, is dat er dankbaar gebruik van gemaakt wordt. Maar als iemand, een indiener, het anders wil doen en een hele goede onderbouwing heeft, ja, dan zou het bevoegd dat kunnen accepteren. Alleen, daarmee maak je het als indiener het bevoegd gezag wel moeilijk. En vice versa, als de bevoegd deze ITGBS-tool niet zouden accepteren, maakt hij het indiener zo moeilijk. Dus het is juist bedoeld om het voor iedereen uniformer en makkelijker te maken. Ja, dus eigenlijk is jouw boodschap, gebruik de tool. Ja, ja. Misschien nog even een aanvulling erop. ITGBS is ook niet altijd toepasbaar. Hè? Dus dan heb je per definitie al dat je een andere tool moet gebruiken. Bijvoorbeeld als er wel veel grondwaterstroming is. Ja. Precies, Henk, dat mag jij straks in jouw presentatie verder toelichten. Er staan namelijk ook heel veel vragen die gaan en opmerkingen die gaan over de afstand. Die sla ik nu ook over, omdat ik namelijk zeker weet dat Henk daarover dat gaat toelichten. Henk, jij gaat ook denk ik wat vertellen, want je deed al stiekem mee in de discussie over wat nu precies een energiebalans is en hoe je daarmee omgaat. Neem aan dat je daarmee over ingaat. Ik denk niet dat heel specifiek behandeld wordt, maar we zullen zeker zien hoe je dat invoert in de tool. En als er vragen over zijn, dan kunnen we daar alsnog op ingaan. Ja, nou dan... eigenlijk alle vragen in de chat zijn hiermee beantwoord. En dat is goed ook, want we zijn door onze tijd heen voor de presentatie van Annelies. Henk, dan jou het verzoek om jouw presentatie te starten. En de presentatie van Henk is zeg maar wel opgesplitst in twee delen. Hij gaat nu de achtergronden toelichten. En daar komen ook vragen zoals van Marcel Imtoren aan bod. En meerdere mensen met andere vragen over afstanden. En dan Henk, als het jou zo lukt om jouw presentatie op te starten. Oké, Henk, dan geef kunnen ik jou hem, nu het... Kunnen jullie hem zien? Ja, ik zie het en daarmee denk ik de rest ook. Dus ik geef jou het woord, Henk. Dankjewel. Ja, mijn naam is dus Henk Witte en ik werk bij het bureau Groen Holland. We hebben de oorspronkelijke BUM-HUM met de nomogrammen ooit ontwikkeld. Op dit moment hebben we ook de ITGBS, de vernieuwde tool, ontwikkeld. Vandaar dat ik deze presentatie zal houden. Bij de ontwikkeling is overigens een hele klankbordgroep betrokken geweest. Dus we hebben zowel vanuit de markt als vanuit de overheid daar van heel veel mensen suggesties en commentaar op gekregen. Die we allemaal zoveel mogelijk hebben verwerkt in de tool. Eerst eens even kijken naar interferentie zelf. Hier zie je eigenlijk drie simulaties van een bodemenergiesysteem. Waarbij je bovenin ziet dat er maar één bodemenergiesysteem is. En het plaatje eronder zie je er al drie omheen en daaronder zie je er meer omheen. En die interferentie wat Jan Frank al aangaf, die temperatuurverandering die jij dan veroorzaakt op de buren. Wat dus belangrijk is je daarbij te realiseren, is dat het gaat ook om kleine temperatuurveranderingen die je kan veroorzaken. En die dan allemaal
bij elkaar opgeteld moeten worden. Dus je moet alle temperatuureffecten van je buren in een bepaalde straal gaan optellen om te kijken wat nou het totale effect is op een gesloten bodemenergiesysteem. En in dit geval, dat zie je in dit plaatje hier, zie je dat na 10 jaar bij 5 buren eromheen er al een temperatuureffect van 2 graden optreedt op het systeem. Dus dat is het verschil tussen de temperatuur die dat systeem zou hebben zoals ik het ontworpen heb. Het systeem is eentje en de buren die erbij komen die veroorzaken dan een extra temperatuureffect wat ik eigenlijk in mijn ontwerp niet meegenomen heb en waardoor mijn rendement lager gaat worden. En in principe gaan we er altijd vanuit ongeveer 3% rendementsverlies per graad temperatuurverlaging. Nou, even wat schematischer uitgezet. Als we hier eens kijken naar verschillende woningen. 1, 2, 3, 4 woningen op een rij. En hier naar de temperatuur. En we kijken hoe die temperatuur eigenlijk zich verandert rond die bodemwarmtewisselaar in de tijd en in de afstand. Dan zie je dat hoe verder je bij die bodemwarmtewisselaar vandaan komt, hoe kleiner die temperatuurverandering is. En dat kan je natuurlijk wel je voorstellen. Als je vlak bij die bodemwarmtewisselaar zit, dan maakt hij de temperatuur relatief laag. En hoe verder je er vandaan komt, hoe groter het oppervlakte is, hoe groter het bodemvolume is wat hij kan gebruiken. Dus hoe kleiner de temperatuurverandering wordt. Maar als ik meerdere warmtewisselaars, meerdere systemen naast elkaar hebt, dan zie je dat die lijntjes van temperatuurverandering elkaar gaan overlappen. En die moet ik dan bij elkaar gaan optellen. Dus wat er in werkelijkheid gebeurt, is eigenlijk dat die temperatuur zich zo gaat gedragen. Die groene lijn. Je ziet dat aan de randen de temperatuur een klein beetje lager wordt. En in het midden wordt die een heel stuk lager. Omdat je ook ziet dat daar van meerdere buren de temperatuureffecten elkaar gaan overlappen. En wat is nou het probleem met een ontwerpmethode, afgezien van het feit dat ik misschien helemaal niet weet wat voor systeem mijn buren hebben en dat ik dat ook niet zomaar in mijn ontwerpmethode kan stoppen. Maar zelfs als ik dat wel zou hebben, dan berekent die ontwerpmethode in feite de gemiddelde temperatuur in al deze systemen. Die ontwerpmethode, de ontwerpsoftware die we ter beschikking hebben, die ontwerpt eigenlijk voor één systeem, één collectief systeem. En die kan best meerdere bodemwarmtewisselaars hebben, maar dan krijgen we de gemiddelde temperatuur over dat hele systeem eruit. En dus niet een verschil tussen een systeem wat toevallig een beetje in het midden staat en een systeem wat aan de rand staat. Dus met de standaard ontwerpmethode kon dit eigenlijk niet. En daarom is toen die BUM-HUM bijlage 2 ontwikkeld. Verder zien we in de afgelopen tijd dat het aantal systemen enorm aan het toenemen is. En niet alleen het aantal systemen in Nederland, maar ook vaak de dichtheid. Het aantal systemen wat in een kleiner oppervlakte bij elkaar wordt geplaatst. Zeker de afgelopen jaren zien we dat we ook naar gasloze wijken gaan. En dat er steeds meer systemen in kleine gebieden bij elkaar worden geplaatst. En die ontwikkeling in de tijd, die zie je eigenlijk hiernaast geschetst. En op dit moment is de groei zo rond de 8.000 tot 10.000 systemen per jaar. Dat is een behoorlijke groei en eigenlijk zagen we ook dat het ontwerpen die daarbij gemaakt werden zich aan het aanpassen waren. En dat de oude methode die we hadden ontwikkeld gewoon minder geschikt werd om met dit soort situaties om te gaan. Dus we hebben een opdracht gekregen om die tool te gaan, die nomogrammen te gaan automatiseren en ook te verbeteren. Het is natuurlijk de bedoeling dat het makkelijker toepasbaar wordt en ook dat de resultaten eigenlijk nauwkeuriger worden, beter worden. En daarnaast waar Annelies al op is ingegaan, de procedure voor het selecteren en het verwerken van de gegevens daarbij ook te actualiseren. Nou, en die tool die is uiteindelijk opgezet in Excel. Daarmee gaan we ervan uit dat toch nagenoeg iedereen die tool goed kan gebruiken. Eigenlijk is Excel wel een redelijk standaard manier om gegevens te verwerken. Die nomogrammen, die zien we hier linksonder, dat waren die lineaire verhoudingen, hè, tussen de energievraag, de hoeveelheid energie die jij uit de bodem haalt. En omdat we allerlei verschillende systemen met elkaar willen kunnen vergelijken, werd daar al een vereenvoudiging aangebracht. We gingen eigenlijk zeggen, nou, wat haal je nou uit de bodem in kilowattuur per meter per jaar? Dus per strekkende meter bodem per jaar een bepaalde hoeveelheid energie eruit halen. En dan eventueel ook weer wat energie erin terugstoppen. En voor mensen van jullie die al eens met de nomogrammen gewerkt hebben, die zullen weten dat dat ook nog voor verschillende bodemtypen was gedaan met verschillende warmtegeleidingscoëfficiënten. En hier kon je dan eigenlijk kijken naar de afstand tot je buren, 25 meter. En hoeveel energie haal je eruit? Laten we zeggen 60 kilowattuur per meter per jaar. Nou, dan kwam daar een temperatuurverandering uit van, zeg eens even gemakkelijk, een halve graad temperatuurverlaging.
Dat deed je dan voor al die buren in de buurt. En dat telde je bij elkaar op. En daar kwam dan je totale interferentie uit. Nou, dat was een behoorlijke klus. Zeker als het meerdere systemen waren in de buurt. En daarbij maakten we ook een bepaalde fout. Want als je kijkt naar die temperatuurverandering. Herinner je je misschien nog aan het plaatje met die woningen. Die temperatuurverandering als functie van de afstand. Dat is een kromme. En die zien we hier in die blauwe lijn. Voor een bepaalde situatie. En hier hebben we een rechtlijnig verband. Die heb ik hier ook ingetekend, een rechtlijnig verband. En wat je dus ziet is dat je op bepaalde afstanden daarin eigenlijk je temperatuureffecten gaat overschatten. En als je heel dichtbij komt, ga je het misschien zelfs een beetje onderschatten. Vandaar ook dat we zeiden, je moet minimaal 5-6 meter buiten je systeem zitten. Dus we zitten daar met een bepaalde fout. Dat kunnen we al gaan verbeteren als we deze blauwe lijn beter kunnen gaan benaderen. Nou, daar hebben we eigenlijk een nieuwe methode voor ontwikkeld, waardoor we in staat zijn om in Excel die blauwe lijnen voor allerlei verschillende energievraagpatronen, hè, voor al die cases, al die scenario's die we doorgerekend hebben, die blauwe lijnen veel beter te gaan benaderen. En daarbij zien we dat het verschil, de fout, tussen dan die echte, hè, die blauwe lijn die met een nauwkeurig model berekend is en die schatting die we met het Excel-bestand doen, dat die over het algemeen heel klein is. Verder hebben we in de oorspronkelijke situatie hadden we met een model gewerkt wat een eenvoudigere benadering was van de realiteit. Dat heet het oneindige lijnbronmodel. We hebben ondertussen een nieuwe methode geïmplementeerd. Dat heet het eindige lijnbronmodel. Ik ga dat verder niet heel erg gedetailleerd uitleggen. Maar wat ik jullie wel wil laten zien is dat het eindige lijnbronmodel eigenlijk rekening houdt met temperatuurstroom in het verticaal. En je ziet hier met name dat voor kortere warmtewisselaars bijvoorbeeld 50 meter diep of 100 meter diep of 150 meter diep, dat het verschil tussen die oorspronkelijke benadering, die oneindige lijnbron, en die nieuwe benadering, die eindige lijnbron, vrij groot kan zijn. Op een afstand van een meter of 10 zie je dat dat wel tot een graad of meer kan schelen voor kortere warmtewisselaars. Je ziet ook dat als je een hele diepe warmtewisselaar plaatst, 200 of 300 meter diep of nog dieper, dat ze dan eigenlijk precies hetzelfde zijn, nagenoeg overeenkomen. Maar met die eindige lijnbronmethode maken we dus eigenlijk een veel betere schatting van die temperatuureffecten. Zijn we minder conservatief geworden in verhouding tot de oorspronkelijke nomogrammen. Dus dit is de belangrijkste verbetering aan de rekenmethode zelf. Die rekenmethode is ook gevalideerd, onder andere door het te vergelijken met een ander model. Het model dat heet VFLOW. Dat is een numeriek model waarmee heel nauwkeurig gerekend kan worden. We hebben overigens ook gekeken naar bijvoorbeeld meetgegevens uit thermische responstesten of ons model die goed kan reproduceren. En wat we hier zien is de fout die we verwachten als functie van de afstand. En je ziet eigenlijk, als je hier naar de schaal kijkt, zelfs heel dichtbij, is de fout aanzienlijk kleiner dan een tiende graad. Dus we maken eigenlijk een hele goede schatting met dat model van de temperatuureffecten op afstand van een bodemwarmtewisselaar. We hebben ook nog gekeken naar, nou, als we nou effecten gaan optellen, en dat hebben we voor verschillende scenario's gedaan. Ik laat er hier maar eentje zien. Dit is de slechtste. Dit is degene waar de grootste fout uitkwam. Dat is bij een kleine afstand van 5 meter tussen de systemen en bij een grote warmteonttrekking aan de bodem. En dan zie je, als ik kijk naar 5 warmtewisselaars in totaal, waarvan er 4 een invloed hebben op het midden. En ik doe dat met het nauwkeurige VFLOW model. Of ik doe dat met onze methode. Dan zie je dat daar ongeveer 0,3 graden temperatuurverschil tussen zit. Dus ook daar, hè, in het slechtste geval, blijft de fout behoorlijk acceptabel. Dit soort validaties zijn allemaal uitgevoerd en die hebben we in meer detail gerapporteerd in de rapportages die Annelies al noemde en die op de website van het SIKB te vinden zijn. Er was een andere vraag, hoe zit het nu? Want ik zei al van, we zien gewoon meer type ontwerpen ontstaan. In het allereerste begin zagen we toch veel een woning, een bodemwarmtewisselaar, om het maar even gemakkelijk te zeggen. We zien toch dat er steeds ook wat grotere systemen werden doorgerekend met de methode. En daarbij was eigenlijk de vraag, hoe goed kunnen we dat nu benaderen? Wat we gedaan hebben daarvoor is eigenlijk uitgerekend, hè, deze blauwe ringetjes, dat zijn dan 6 bodemwarmtewisselaars. Hier hebben we een systeem met blauwe ringetjes, 2 bodemwarmtewisselaars. Dan zien we hier in het midden een puntje staan. Dat is het centrum van het systeem.
Want de BUM-HUM-methode die rekent eigenlijk altijd vanuit het centrum van het systeem. Dat heeft ermee te maken dat in de meldingsformulieren alleen een centraal x- en y-coördinaat worden opgeslagen van het systeem. Maar niet de x- en de y-coördinaten van individuele lussen. Hè. Dus de hele methode die rekent ook altijd vanuit het centrum van het systeem. Die oranje puntjes, dat zijn puntjes waarop we eigenlijk uit het model de temperaturen hebben gehaald. En die heb ik hier rechts neergezet. En dan zie je dus eigenlijk in de blauwe lijn de werkelijke temperatuurverandering. He, dus daar zijn alle individuele bodemwarmtewisselaars ingevoerd. En de oranje lijn die geeft dan de verandering als wij de berekeningen uitvoeren met een centrale bodemwarmtewisselaar. Waarbij we wel zeggen de energieonttrekking aan de bodem die is voor alle systemen bij elkaar opgeteld. Dus eigenlijk zetten we de totale energievraag op die ene bodemwarmtewisselaar. En de grijze lijn, dat is eigenlijk hoe we het vroeger deden met de nomogrammen. Nou, wat je hier ziet, even kort door de bocht, is dat als je verder dan een meter of 5-6 buiten je veld zit, dus buiten je locatie zit, dat dan ook die fouten, die verschillen weer relatief klein worden. De conclusie hieruit was dat als we met deze nieuwe rekenmethode en voor grotere systemen goed willen kunnen rekenen, dat we dan wel moeten gaan delen door de einddiepte van de bodemwarmtewisselaar en niet door, zoals dat in de oorspronkelijke situatie was, de totale lengte. Als je maar één bodemwarmtewisselaar hebt, is de totale lengte gelijk aan de einddiepte. Heb je er twee, dan valt de fout misschien nog wat mee op wat grotere afstanden en bij kleine aantallen systemen. Maar bij grotere aantallen systemen en bij grotere aantallen bodemwarmtewisselaars per systeem wordt de fout zo groot dat je echt moet zeggen we kunnen veel beter delen door einddiepte. En dat is ook een belangrijke verandering in de nieuwe methode. Een andere vraag, en die hing ook samen met de zoekstraal, was moeten we nu de worst case, we zijn uitgegaan van een bepaald energievraagpatroon voor een referentiewoning in de tijd. En nu hebben we in het LGR, in het Landelijk Grondwaterregister, heel veel data zitten. Kunnen we nu op basis daarvan eens kijken van hebben we toen een goede keuze gemaakt wat betreft de worst case afstand en de worst case warmteonttrekking. Die was in de oorspronkelijke BUM-HUM 130 kWh per meter per jaar. En nogmaals, dat is eigenlijk de netto warmte die we uit de bodem halen. Dus dat is de hoeveelheid warmte die je levert, min de hoeveelheid koude die wordt teruggevoerd naar de bodem. De netto warmtevraag per jaar. En dan in kWh per strekkende meter, gedeeld door de einddiepte per jaar. Die was 130 en we dachten nu van nou met 140 kilo, als we nu naar de LGR kijken voor de grondgebonden woningen en voor de gestapelde woningen, het aantal systemen, het percentage systemen wat een bepaalde onttrekking heeft, dan zien we hier bij 140 kWh per meter per jaar dat eigenlijk 90% van alle systemen een kleinere netto warmtevraag aan de bodem hebben. En gaan we nog verder omhoog, dan zien we dat 99% van alle systemen die hebben een maximale warmtevraag van minder dan 240 kWh per meter per jaar. Dus dit was een beetje de grens waar we op zaten. En welke gaan we nu nemen? En wat betekent dat voor die zoekstraal van 120 meter? Want die zoekstraal van 120 meter, die hadden we eigenlijk bepaald door te zeggen, wat is nu in die slechtste, in die worst case scenario, de temperatuurverandering als functie van de afstand? En daarbij zeggen we, nou, als het minder wordt dan een tiende graad, dan is die temperatuurverandering zo klein dat we hem eigenlijk mogen wegstrepen. Dat we mogen zeggen, dat is niet meer significant. Dat doen we gewoon, dat telt niet meer mee. We kwamen dan uit in de oorspronkelijke BUM-HUM op een afstand van 60 meter. En de oorspronkelijke BUM-HUM, dat zie je hier, die rode lijn met die blauwe driehoekjes. En dan zie je dat op 60 meter afstand de temperatuurverandering min 0,1 graad is. Waarom dan 120 meter? Nou, als ik op 60 meter afstand een tiende graad effect kan hebben, dat systeem kan verderop ook nog buren hebben en die buren moet ik ook meenemen. Dus de zoekstraal is altijd twee keer de straal waarbinnen je nog een effect kan hebben. Vandaar zoekstraal maximaal 60 meter. Het effect op 60 meter betekent een zoekstraal van 120 meter. Nu hebben we in die andere lijnen die je hier ziet, is gekeken naar de worst case van 140 en 240 kWh per meter per jaar. En dan met de nieuwe rekenmethode waarbij de lengte van de diepte van de bodemwarmtewisselaar een rol speelt. En dan zien we dat bij 50 meter, op 50 meter,
100 meter, 59 meter, 300 meter, 65 meter. Die temperatuureffecten ook weer ongeveer 0,1 graad zijn. Met andere woorden, als we die 60 meter met 120 meter zoekstraal vasthouden, dan zitten we daar eigenlijk nog steeds heel erg goed mee. Alleen was het verzoek van het bevoegd gezag, ja, er kunnen wel eens grote systemen zijn, groter dan 70 kilowatt ondergronds vermogen, die zodanig in de ruimte liggen dat als je een zoekstraal van 120 meter hebt, dat je het centrum van die systemen mist, maar dat er warmtewisselaars van die systemen wel binnen de 120 meter liggen. Om die dan toch mee te nemen, is eigenlijk gezegd van nou, zoek nou grote systemen binnen een zoekstraal van 350 meter. En als die er niet zijn, dan reken je alles binnen de 120 meter uit. Zijn die grote systemen er wel? Ja, dan moet je weer naar alternatieve methoden gaan kijken. Verder waren er een aantal andere vragen, met name wat betreft het mogelijk beperken van het aantal te beoordelen systemen. In de oorspronkelijke BUM-BE hadden we de worst case afstand, waarbij je zei, stel nu dat je twee systemen hebt, kijk dan hoe ver die van elkaar liggen en wat de worst case afstand is bij die bodemeigenschappen, bij die bodemwarmtegeleidingscoëfficiënt. En als dan jouw systemen verder van elkaar liggen, dan hoef je eigenlijk verder niks te doen. Nou, omdat het invoeren van de gegevens in de Excel-tool en het dan uitrekenen eigenlijk sneller is, hebben we gezegd van ja, het levert niet meer op om nu nog met die worst case afstand te gaan werken. Het is gewoon sneller om het in te voeren in de Excel-tool en daarmee je berekening uit te voeren. Maar er waren wel nog een aantal andere vragen. Onder andere de mogelijkheid om voor grotere aantallen, hè, want we hebben een aantal beperkingen in de Excel-tool. Onder andere een maximum van 20 systemen, omdat anders de fouten te veel op gaan tellen. Kunnen we nu voor grotere aantallen systemen een alternatieve procedure die wel met de Excel-tool gedaan kan worden, waardoor je dus niet naar moeilijkere programma's hoeft te gaan evalueren. Nou, daar gaan we in de voorbeelden later nog even op in hoe je dat zou kunnen doen. Dan gaan we nu over, zo langzamerhand, naar het live gedeelte van de webinar. En dat is de tool. Hier zie je al twee schermpjes. En ik zal nu, als het goed gaat, en daarmee aan de slag gaan. Voordat ik dat doe, nog even heel kort de tool toelichten. Er is een handleiding bij. Lees die ook, zou ik zeggen. Gegevens invoeren. We hebben drie werkbladen in de Excel-tool. We hebben een blad waar je de gegevens kan invoeren. Dat kan of op het werkblad direct of met een apart gemaakt invoerscherm. Daarbij kan je maximaal 20 systemen invoeren. Ik gaf al aan dat als het er meer dan 20 worden, dan wordt de fout van de schatting te groot. En we hebben wat controle op de invoer mogelijk. Bijvoorbeeld heb je de goede coördinaten, de warmtegeleidingscoëfficiënt, maximale warmteonttrekking, minimale afstand tussen systemen en maximale afstand tussen systemen, de minimale diepte van een systeem, de maximale diepte die gerelateerd is aan aan de mijnbouwwet en het maximaal aantal individuele bodemwarmtewisselaars per systeem wat 6 is. En dan hebben we in de resultaten drie werkbladen. We hebben één werkblad met afstanden. We hebben één werkblad waarop de temperatuureffecten worden uitgewerkt. En we hebben een rapportagewerkblad wat eigenlijk ook nog eens de ingevoerde gegevens weergeeft. En wat ik al zei, er is een handleiding. En ik zou zeggen, lees die nou voordat je met de tool begint en niet op het moment dat je achter het stuur zit. Want dan is het eigenlijk te laat. Oké, dan gaan we nu, een beetje tromgeroffel, over naar de tool. dankjewel. Ik heb hem hier al, jullie kunnen het allemaal zien hoop ik, hè? Even sharing is paused zie ik hier. Nee, dat, ik wil gewoon share. Kunnen jullie hem zien? Jan Frank of... Lies, ja, geef nu. Het even aan. Ja, ja nu okay. Gaat het. Prima. Nou, we zijn... helemaal trouwens. Nee, maar ja, ik zit achter mijn laptop. Die heeft niet een heel erg groot scherm. Okay. Ik zie dat Marcel iets aan het verzoeken is, maar daar moeten jullie maar even op reageren. Jullie zien hier al wat data ingevoerd. Jullie zien hier een paar knopjes. Dat is bereken interferentie, wis invoer en naar invoerscherm.
We zien hier bovenaan een aantal gegevens staan. De warmtegeleidingscoëfficiënt van de bodem, die kun je daar invoeren. Het aantal systemen wat je wil gaan bewerken, kan je daar invoeren. En dan zien we hier in het blauwe deel, nog steeds het blauwe deel, een aantal andere gegevens die je kan invoeren. En dat zijn eigenlijk de standaardgegevens die je bij een melding aanlevert. Niet meer en niet minder. Het x-coördinaat, y-coördinaat, einddiepte van de bodemlussen, de totale lengte, bodemzijdig vermogen, de warmtevraag, de koude vraag. En dan hier is eigenlijk het enige waar we afwijken van de meldingsformulieren. Het rendement van het systeem. In de meldingsformulieren wordt maar één rendement opgegeven. Maar omdat wij de warmte- en koude vraag moeten uitsplitsen, is het de bedoeling dat je zelf ook opgeeft wat het rendement voor de koude vraag is. Als je dat niet weet, want het staat niet op de meldingsformulieren, dan kan je hier zien forfaitair 20. In feite gaan we ervan uit, bijna altijd zal er sprake zijn van passieve koeling in de woningbouw in ieder geval. En bij passieve koeling gaan we ervan uit dat het rendement ongeveer 20 is. Als het hoger is, maakt dat eigenlijk heel erg weinig uit voor wat er naar de bodem gaat. Dus dan maak je daar eigenlijk geen fout mee. Een andere mogelijkheid, hè, want ik kan hier data gaan intypen, maar ik kan ook nog naar het invoerscherm gaan. Dan krijg je een schermpje zoals dit, waarbij je hier systeem bewerken staat daar. Zie je dat ik er doorheen kan gaan lopen. En je ziet hier dan de getalletjes ook veranderen. Ik kan hier getalletjes gaan invoeren en wijzigen of ik kan ook systemen gaan toevoegen. Nou, laten we gewoon eens beginnen met een leeg scherm en dan klik ik op WIS invoer. En dan worden alle ingevoerde gegevens verwijderd. Ik ga dan weer even hier uit. En dan zien we hier eigenlijk alleen nog maar de warmtegeleidingscoëfficiënt van de bodem staan. Nou, die kan ik intypen. Dan krijg ik even een foutmelding omdat ik hier nog geen gegeven heb opgegeven. Dus ik zeg goed, ik ga twee systemen invoeren. En nu zien we hier al 1 en 2 staan. Dat betekent het systeem verwacht nu dat ik hier gegevens ga invoeren. Overigens, stel nu dat je ergens mee bezig bent en dat hier al andere systemen staan. En hier heb je 2 systemen. Dan wordt er alleen maar voor de eerste 2 systemen gerekend. Met de rest wordt dan gewoon niks doorgerekend. Goed, ik ga nu wat gegevens intypen. Oh, ik krijg een foutmelding. Wat je hier nu ziet is dat de lengte van de lus, de boordiepte, die moet tussen de 20 en de 500 meter liggen. Nou, dus ik moet hier 13, dat moet natuurlijk 130 zijn. Ik vergis me gewoon. Oké, dan gaan we de volgende doen. Zo. Zie trouwens dat hier dan onderin automatisch al een aantal berekende gegevens worden ingevoerd. En dat zijn afgeleiden die ik nodig heb om de berekening uit te kunnen gaan voeren. En nu kan ik op de knop drukken bereken interferentie. Hey, ik heb toch nog wat foutjes gemaakt. Ik zie hier de totale lengte en de lengte van de lussen kloppen niet. Geen geheel aantal systeem 1. Even kijken wat gebeurt daar. Oh, ik heb 95 meter in totale lengte ingevoerd. Maar 130 meter einddiepte, ja, dat past niet op elkaar. Ik zou hier bijvoorbeeld wel 260 kunnen doen, want dat is dan een veelvoud van 130. In feite moet die totale lengte van de lussen altijd een veelvoud zijn van de einddiepte. Anders dan lukt dat niet. Hey, krijg ik nog een foutmelding. De specifieke energieonttrekking is buiten toegestaan bereik. We hadden het daarnet over wat de maximale waarde is. De maximale onttrekking. Die was 240 kWh per meter per jaar. Wat gebeurt hier nu? Oh, ik zie hier 610 staan. Wat gebeurt er? Ik heb hier 100 ingevoerd. Dat is voor een woning wel erg veel, hè? 100 megawattuur. Dat moet vast 10 zijn. Heb ik een foutje gemaakt. Dus je ziet eigenlijk dat het Excel-bestand je uitvoer en je invoer op een aantal punten controleert.
Nu is de berekening goed gegaan. Ik ga dit zie je nu bijna niet. Maar je kan je voorstellen dat als je dit gaat printen, dat daar de gegevens, ook de invoergegevens, op een rijtje staan. Dat zal ik zo meteen nog even laten zien. En nu gaan we naar de resultaten kijken. Nou, wat heeft het programma gedaan? Dat heeft eerst de afstand tussen de systemen berekend. Dat heeft vervolgens gekeken van wat zijn nou de temperatuureffecten. In dit geval zie je dat die allemaal niet al te groot zijn. En in dan dat laatste sheet wat je zag, zie je hier eigenlijk de ingevoerde gegevens eventjes gerecapituleerd. Vervolgens hier de tabel met de afstand tussen de systemen en hier dan de tabel met de temperatuureffecten. Nou, ik zal nog... Oké, ik moet hier natuurlijk nu eventjes, als ik nog iets in wil voeren, hier 3 van maken. Dan kan ik nog een systeem invoeren. En dan doe ik even bijna hetzelfde als het vorige systeem. Alleen ga ik dan de coördinaten wat veranderen. Goed, als ik nu... Ik kan dit hier nu allemaal intypen. Maar om jullie dat nog even te laten zien. Hier krijg ik wel een foutmelding. Eigenlijk kan ik ook gewoon hier heel simpel zeggen, hey, ik heb meerdere systemen die allemaal erg op elkaar lijken. Dan kan je dat natuurlijk ook gewoon kopiëren en dan alleen het coördinaat hier aanpassen. Bereken interferentie. En hier zie je dat nu er iets misgegaan is. Het is een echte demonstratie, mensen. Daarbij gaan dingen mis. Ik moet hier... Is iets op de verkeerde plek terechtgekomen. Ik weet ook wel waardoor dat komt. Dit was nog de oude versie. Dat is waar Annelies het over had. Het bugje wat we laatst gevonden hadden. Dat er inderdaad, als je het op het invoerscherm iets invoert. Het net in het verkeerde celletje terechtkwam. Wat het aantal systeem is. Dus nu zie je dat het goed berekend is hier. Ja, eigenlijk dit was een hele korte introductie van de tool zelf. En hoe die werkt. Ik hoop dat jullie het met me eens zijn dat het vrij eenvoudig is. En daarmee sluiten we het eerste deel van mijn presentatie in ieder geval af. Zijn er, Jan Frank, ondertussen vragen gesteld? Ja, die zijn er, Henk. Ik moet heel even naar boven scrollen. Ik ga er ook een aantal wel overslaan, omdat Annelies die beantwoorden. Misschien moeten we even scheiden tussen vragen over de tool en echt... praktijkoplossingen, want daar gaan we later nog op in. Ja, precies. Heel goed, ja. Dat zou ik wel. Maar dit vind ik wel een goede. Deze eerste vraag komt van Paul Wijndenens, Henk. En die zien wij ook bij onze helpdesk veel langskomen. En dan hebben wij wel eens contact. En de vraag is, bij een verzamelmelding voor meerdere kleine systemen leveren wij vaak een EED-berekening aan met alle systemen in 1 berekening meegenomen. Voldoet dit nog steeds? Mijn antwoord is nee. Je kan met Earth Energy Designer, met een EED-berekening, kan je niet vaststellen wat de onderlinge effecten tussen de systemen zijn. Oké. Paul, wil jij daarop reageren? Dan moet je waarschijnlijk even je microfoon aanzetten. Ja, die staat nu aan. Ben ik hoorbaar? Ja. Helemaal goed. Een situatie vooral met een, bijvoorbeeld een nieuwbouw wijkje met 20 woningen met allemaal dezelfde warmtepomp. En ook allemaal dezelfde warmte- en koelvraag. Waarbij er dus geen onderlinge verschillen zijn tussen de warmteonttrekking en het terugbrengen van warmte in de bodem. Maar de onderlinge posities zijn niet hetzelfde. Je hebt, als je een rij hebt, dan zitten er 2 woningen helemaal aan het einde van de rij. En 1 woning zit helemaal in het midden. En die ondervinden dan op een andere manier de onderlinge effecten. Oké, dus op het moment dat is het probleem. En dat is eigenlijk het plaatje. Ik weet niet of het handig is om dat plaatje nog een keer te laten zien. Dat wil ik wel doen. Even kijken of dat makkelijk lukt. Even kijken hoor. Zien jullie mijn scherm nu weer? Ja, ik weet waar je heen wil. Ja, kijk naar dit, dit, eigenlijk naar dit plaatje. Ik zal hem toch eventjes...
Kijk, dit is de situatie die jij schetst, Paul. Dat je eigenlijk 1, 2, 3, 4 systemen hebt die vlak naast elkaar zitten. Hè? Rijtjeshuis, beukmaat 7 of 8 meter of iets dergelijks. En dit is eigenlijk wat je dan verwacht. Maar in werkelijkheid gaat dat er zo uitzien. Waarom? Omdat deze warmtewisselaars, die zitten niet in één hydraulisch circuit geschakeld. EED die rekent dat gemiddelde uit, wat ik hier met die groene lijn aangeef. Bij EED zijn alle warmtewisselaars aan elkaar geschakeld. Dat betekent dat ze allemaal dezelfde aanvoertemperatuur krijgen. En dat eigenlijk deze warmtewisselaar hier in het midden, die heeft dezelfde aanvoertemperatuur als de warmtewisselaar aan de rand. En die zal wat minder vermogen gaan leveren aan het geheel. Zo rekent EED. Maar als jij ze niet collectief geschakeld hebt, maar individueel, dan is het vermogen wat een warmtewisselaar levert niet een resultaat van je aanvoertemperatuur die overal hetzelfde is. Dat is gewoon puur een resultaat van de warmtepomp die zijn vermogen aan de woning aan het afgeven is. En dat betekent dat zowel de aanvoer als de retourtemperatuur lager gaan worden, omdat die woning die ernaast zit ook een klein beetje jouw bodem gebruikt. Oké, helder, bedankt. Dat is eigenlijk even heel kort nog de technische achtergrond die daarbij zit. En kijk, als jij zegt, als je het mij persoonlijk vraagt, dan zeg ik nou, als je nou 3 of 4 woningen hebt, dan zal het allemaal nog wel meevallen. Maar als het er meerdere worden, dan wordt het echt een probleem. En als jij verschillende afstanden gaat hebben tussen je bodemwarmtewisselaars of wel een andere warmte en koude vraag, dan wordt het echt helemaal onmogelijk. Maar voor grotere systemen ontwerpen wij al niet eens meer alleen maar met EED. Voor grotere aantallen systemen. Gewoon omdat dat niet voldoet. Okay. Dank voor de extra toelichting. Ja, ik ga toch een klein beetje, ook met het oog op de tijd overigens, hoor, want het zijn allemaal goede discussies. Dan is er een discussie geweest tussen Marcel Imthoren en Ronald reageerde daarop. En ik heb daar ook op gereageerd van ja, waarom is dit ITGBS nu wel echt beter dan de nomogrammen? En waarom pakken we nu de einddiepte en eerste luslengte? Marcel, ik hoop dat je mee kan leven, maar ik wil daar nu even niet over discussiëren. Of jij moet inhoudelijke vragen op de toelichting die Henk gaf in zijn presentatie. Dan moet je wel even je microfoon nu aanzetten. Laat ik hem omdraaien, Marcel. Is het nu jou duidelijk waarom we de einddiepte pakken en niet de luslengte? Marcel gebruikt de chat, want hij heeft geen microfoon. Het is hem duidelijk. Oh. En hij zegt, Henk, hoe ga je om met systemen met grote verschillende dieptes? Ja, ik zie dat. Ja. Dat is ingewikkeld, Marcel. Binnen de tool wordt er in die zin rekening mee gehouden dat je de temperatuureffecten bepaalt. En daarbij wordt wel de lengte, de einddiepte van de verschillende systemen. Hè, dus eigenlijk de modeloplossing die we gebruiken, die wordt dan wel gerelateerd aan de einddiepte van de systemen. Maar als jij. Het is ook altijd zo geweest dat de tool een eerste stap is. Als uit deze tool blijkt dat er wel interferentie is, dan staat het jou vrij om een nauwkeurigere methode te gebruiken. Dat betekent in de praktijk dat als jij inderdaad verschillende dieptes hebt, hè, wat jij schrijft, 50 meter en 150 meter, dan zou je dus een model moeten hebben wat daarmee kan rekenen. En dan zou je in dat model kunnen uitrekenen wat de interferentie wordt. He, want bij de melding moet je alleen maar een effectenstudie aanleveren, voor zover ik dat interpreteer. Corrigeer mijn analyse als ik het niet goed heb. Maar moet je alleen maar een effectenstudie aanleveren waarin jij onderbouwt dat er geen interferentie is. En ITGBES en de BUM-BE bijlage 2, dat is een handreiking daarvoor die een vereenvoudigde methode geeft die in een heleboel gevallen toepasbaar is. Maar er kunnen bijzondere situaties zijn waarbij je andere methoden wilt gebruiken om dat nog nauwkeuriger mee vast te kunnen stellen. Beert vraagt, hoe komt het dat de tool wel de middelste woning goed kan berekenen? Beert, dat komt omdat wij dus de x- en de y-coördinaten gebruiken, dus alle afstanden uitrekenen. En dan voor elke woning de energievraag pakken. En dan alle onderlinge temperatuureffecten precies uitrekenen.
en niet alleen maar een totaal temperatuureffect. Oké. Okay. Dat is nog een vrij simpele vraag van Hanne Rijk. Dus ik denk dat die makkelijk te beantwoorden is, laat ik het zo zeggen. Ik wil niet dat de vraag simpel is, maar dat is van die 140 kilowattuur per meter per jaar, die grenswaarde, zeg maar. Ja. Bepaal je die per lus of met alle lussen opgeteld voor het hele systeem? Die 140 kilowattuur per meter per jaar, die bepaal je door de totale energievraag van het hele systeem te nemen en dat te delen door de einddiepte van de lus. Dus als jij 6 lussen hebt tot 100 meter en je hebt 10 megawattuur aan de bodem, dan deel je 10 megawattuur door 6, door 100. Dus dan deel je 10 megawattuur door 100, door de einddiepte van de lus. Ja. En dan heb je het centrale coördinaat van die lussen. Dus voor vanuit het daar reken je. Ja. 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 En nog vrij simpele vraag misschien. Als ik, ja. Even kijken. Oh ja, waarom 6 lussen? Dat staat nu ook weer in de chat. Komt daar ook weer iemand op terug? Die 6 lussen, ik ga dat niet. Dat kan je nalezen in het rapport. En dan mag je mij ook nog over mailen. Maar ik heb dat plaatje laten zien. Waarbij je kan zien dat als het meer dan 6 lussen worden, dan wordt eigenlijk de fout die je maakt, omdat je met verschillende coördinaten van die lussen werkt en we met een benadering werken vanuit het centrum, dan wordt gewoon de fout die je gaat maken veel te groot. Dus de beperking van 6 lussen is niet zozeer een beperking van de echte onderliggende rekenmethode, maar we hebben een aantal vereenvoudigingen uitgevoerd in de tool. Onder andere het rekenen met vanuit het centrum van het systeem, omdat we maar één x- en y-coördinaat hebben. Maar dan wordt de fout die je gaat maken heel groot als je meer dan 6 lussen hebt. En ik zie dat Marcel daar nu iets ook over zegt. Dat geeft dus een verzesvoudiging. Dat begrijp ik niet. Nee. Het is altijd zo geweest dat je onafhankelijk van het aantal lussen of bodemwarmtewisselaars in één systeem, is het altijd zo geweest dat je vanuit het centrum van het systeem rekent. Ja. In de tool. En als je kijkt naar wat dek je daar nou mee, dan denk ik dat je daar meer dan 80-90% van alle systemen mee dekt. En dat is, ja, ik ga even nu, want er staan nog steeds wel een aantal vragen open, maar ik wil toch even nu naar een pauze gaan, omdat we anders echt in tijdsnood gaan komen. Henk, als eerste wil ik je hartstikke bedanken voor deel 1 van jouw presentatie. Henk komt straks nog terug met de praktijkvoorbeelden. En mogen dat dan een gedeelte van deze vragen weer beantwoord gaan worden. En geef ik nu ook alvast een tipje van de sluier voor de afronding. We zullen de chat, die kunnen wij uitdraaien. En dan kunnen we anonimiseren. En dan daarin ook alle vragen gaan beantwoorden. En dat kunnen we dan vervolgens weer opnemen in het verslag. Het is inmiddels op mijn computer in Oost-Nederland, maar dat is voor heel Nederland hetzelfde, 3:06. Ik stel voor dat we 10 minuten pauzeren en dan gaan we verder met de presentatie van Ronald. Dus we gaan verder om 3:15. Ja? Dus dan kan iedereen nu even naar de wc, push-ups doen, squats of even wat te drinken halen en ik ga het laatste doen. Oké, tot zometeen.
ik was inmiddels ook weer. Henk, ik denk dat jij jouw presentatie even weg moet halen. Nu kan ik natuurlijk niet zien of iedereen weer... ik zie wel dat alle mensen nog ingelogd zijn, maar of ze ook daadwerkelijk hun koffie, limonade of gebak gehad hebben. Dat... Ik zou gewoon weer beginnen. Het is kwart over. Dus. Ja. Lopen de klokken overal gelijk? Nou, dat hoop ik wel. Oh. Computerklokken zijn vaak beter dan horloges en zo. Ja, die worden ook weer elke keer gelijk gezet met een timeserver ergens. Kijk. Oké. Okay. Maar Henk, ik zie nog steeds, ik weet niet hoe dat voor anderen is, jouw presentatie in beeld. Is dat zo? Ik dacht dat ik alweer een stop sharing doe ik nu. Oké, okay, precies. Nou, zou die nu weg moeten zijn? Ja, nu is het ook weg. Ronald... ik wil jou nu graag het woord geven. Want Ronald is... Ronald zal zichzelf introduceren. Maar hij gaat... voorbeelden laten zien over... nu ben ik mijn eigen agendaatje kwijt. Zie, over zijn ervaringen met het toetsen van interferentie bij meldingen. Oké. Okay, en ik hoor Ronald nu ook. Ja, ik ga proberen te starten. Kijk, zien jullie hem? Ja, we zien jou nu, maar de presentatie zie ik nu ook. Ja. Oké, okay, gelukkig. Nou, goedemiddag. Mijn naam is Ronald Cornelissen, werkzaam bij de Omgevingsdienst Midden-West-Brabant. Wij behandelen van de 25 gemeentes, hebben wij 23 gemeentes waar wij de meldingen aanvragen, beoordelen en toezicht houden. En ik heb deel uitgemaakt van het... team wat mede met Henk Witte heeft gekeken naar hoe dat ITGWES ontwikkeld is. Nou, wij toetsen een heleboel zaken, maar in dit kader gaat het met name om de interferentie. En wat toetsen wij dan? Heel simpel, we hebben één systeem en dan kijken wij, zijn de worst case afstanden gebruikt? Of is er een berekening met SPF of 2.0 programma's? Als ze het zichzelf moeilijk willen maken. Dan zijn er meerdere bestaande systemen. Hè, dan zien we soms nog steeds dat er worst case afstanden worden gebruikt. Nou, dat kan niet. We hebben berekeningen. We hebben soms veel berekeningen. En we hebben soms heel veel berekeningen. En wat Henk zelf al aangaf, het is een enorm gedoe om dat allemaal uit te lezen. We hebben soms ook EED-berekeningen en modelberekeningen. Nou, wat zagen wij vooral? Wij zagen heel vaak de worst-case afstanden. Dat was makkelijk, alleen toepasbaar bij twee systemen. Dan zagen we dat de voorbereidende berekeningen om die SPF, met de SPF, daar, ik moet het anders zeggen. Je gaat op een gegeven moment de warmteonttrekking berekenen. En zo kijken of er interferentie is. Nou, die voorbereidende berekeningen, daar zagen wij vaak wat punten waar wij anders over dachten. Vaak zag je dat er een veilige SPF werd gebruikt. Nou, die veilige SPF die is lager, omdat de installateur vaak een resultaatsverplichting heeft. En die wilde natuurlijk wel garanderen dat hij dat rendement ging halen. Dus die was lager dan de berekende SPF. Wat zagen we nog meer in berekeningen? Dat de SPF van tapwater gelijk was aan de SPF van verwarming. Nou, dat betekende vaak weer dat ook die warmtevraag uit de bodem minder werd. Soms werd de warmtevraag van tapwater helemaal niet meegenomen, terwijl dat toch een onttrekking is. Dan hebben we ook dat de bodemzijdige energievraag soms werd ingevuld in plaats van de gebouwzijdige energievraag. Ook dan. Ronald, kan jij je presentatie groter maken? Ik weet niet, ik zie hem nu inclusief jouw hele Teams ding. Oh, maar dat betekent waarschijnlijk dat de mensen het moeilijk kunnen lezen.
Even wachten hoor. Ik weet niet of jij hem gewoon op presentatiemodus hebt staan. Ja, en full screen. Even kijken. Of was dat bij mij net ook zo? Nee, ja, wel. Even kijken. Misschien moet je in PowerPoint hem even gewoon op presentatie zetten, want ik zie ook jouw volgende animatie staan en zo. Ja, ja. Ik ga er even. Ik denk dat je gewoon escape kan doen. Deze. Wacht even. Ja, nu moet je hem opnieuw opstarten. Anders kan ik hem eventueel opstarten, maar het niet voor je logo. Dit. Is dit beter? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is beter. Sorry. Nou, dan hebben we dat de bodemzijdige energievraag in plaats van de gebouwzijdige energievraag werd ingevuld. En wat we ook zagen, was vaak onduidelijk. Dat is de dubbele luslengte. Een boorgat van 80 meter werd dan bijvoorbeeld gewoon voor 160 meter lus gehanteerd, waardoor ook weer een lagere energievraag eruit kwam. Nou, dan hadden we uiteindelijk die energievraag. De warmteonttrekking, die vulden we hierin, zoals Henk zei. We hebben de afstand. Nou, dan gingen we aan de slag. Dan gingen we rekenen. Dan gingen we kijken. Hier zo, en dan op dat nomogrammetje. En dan teruglezen. En dan, oh, dat is min 0,2 graden. Nou, dat geeft nogal wat onnauwkeurigheid. En het staat open voor heel veel interpretaties. Wat we verder zagen, was dat er verkeerde nomogrammen gebruikt werden. Hier staat duidelijk boven 2 watt per meter graad Kelvin. En we zagen dus dat er soms 1,5, soms 2,5 werd gebruikt. Of de warmtetoevoer die berekend was, werd gewoon 20. Maar je ziet hier 0, 10. En soms zat je in de helft, dus dan zou je eigenlijk een middeling daarvan moeten nemen. Wat we ook zagen, was dat bedrijven alleen een nomogram gebruikten wat hoorde bij het nieuwe systeem. En ook de oude systemen werden dan op dat bestaande op dit nomogram berekend. Nou, verder zagen we, en dat zagen we in de discussie ook al, EED-berekeningen voor interferentie. Nou, EED gaat vaak uit van een symmetrische opstelling. Nou, die is in nieuwbouwwijken niet vaak. En wat ook al eerder aangegeven is, je kijkt het als een collectief systeem, terwijl het in feite individuele systemen zijn, dus je benadeelt systemen die er tussenin liggen. Nou, wat hebben wij nu gewerkt met ITGBS? Het is eenduidig. Je hebt het voordeel van de automatische invoercheck. Dat gaf Annelies al aan, dat heeft Henk ook aangegeven. Je hebt het in zijn werk gezien nu zelfs. Het is lastiger om fouten te maken. Dus de complexiteit bij de invoer vooraf is eruit. Het rekent gewoon alles uit. Je hoeft niet meer met een lineaaltje ergens langs. En je kan zelfs meerdere systemen er nu makkelijk in doen. Je kan het in één keer nakijken. En wat voor mij persoonlijk het belangrijkste is, en ik denk dat dat voor een heleboel bevoegde zaken is, het is controleerbaar en reproduceerbaar. Zijn we er dan nu? Nee, helaas niet. En dat is er net ook al aangegeven en daar zal Henk dadelijk op teruggaan. Of terugkomen, er zijn altijd situaties die je niet voorziet. En controle blijft noodzakelijk. Wij blijven de SPF controleren. Wij blijven ook kijken of die warmtevraag reëel is. Maar wat nu als er interferentie ontstaat? Hè? Je hebt het berekend en je ziet dat er interferentie is. Wat kan je dan doen? Nou, daar komen we dadelijk ook nog even op terug. Maar een ander punt waar wij steeds meer tegenaan lopen zijn bijvoorbeeld clusters. In het verleden, met name voor 2016, misschien 2017 ook nog, zijn er vaak clusters aangemeld met 20, 30 systemen. En daar werd toen beargumenteerd, en dat werd ook geaccepteerd, dat er geen onderlinge interferentie berekend hoefde te worden. Want, zo was de gedachte, dat is de verantwoordelijkheid van de ontwerper. Wat we nu zien, als je die systemen mee gaat nemen met deze berekeningen, het zijn allemaal individuele systemen, als je die mee gaat nemen, is er vaak wel interferentie.
En als je dan navraag doet, dan kom je erachter dat er vaak wel voor gecompenseerd is. Maar hoe ga je daarmee om als bevoegd gezag? En hoe ga je daarmee om als ontwerper? Dan hebben we ook nog een inhaalslagmeldingen. Wij worden geconfronteerd met hele woonwijken die eigenlijk al gasvrij zijn, maar die voor 2013 aangelegd zijn. Of voor 2014 eigenlijk. Die systemen die hoefden nooit gemeld te worden. En je ziet nu dat die langzamerhand gemeld worden, maar dit heeft vaak als consequentie dat het drukker wordt dan wij in eerste instantie voorzien hadden. Dan hebben we nog wat spijtoptanten, noem ik dat, of legalisaties. Ja, wij zitten hier in de grensstreek en er worden vanuit onze zuidenburen toch nog frequent systemen aangelegd zonder dat die gemeld worden, zonder dat wij kunnen controleren. En dan willen ze achteraf toch een legalisatie. Wij doen dat, wij voeren die in, maar ook dan kan dat wel eens toe leiden dat een nieuw systeem daar een probleem mee gaat krijgen. Nou, dan hebben we verder nog wat wij zien, dat zijn de correcties op de uitvoeringsgegevens. En daarmee bedoel ik eigenlijk een ontwerper of een boorbedrijf dat gaat een systeem aanleggen. Die heeft een voorgenomen boorlocatie, een voorgenomen diepte. Maar vaak tussen de melding en de uitvoering gaat wat tijd verloren. De mensen die willen een schuur gebruiken als kantoor. Er staat een historische eik op de plek waar de boringen gepland waren. Dus we zetten hem anders en we zetten hem dieper. Die gegevens, die vragen wij op en voeren wij opnieuw in het LGR. Een volgende aanvraag, die kan daar last van hebben. Omdat het systeem in feite niet ligt op de plek waar die eerder aangegeven was. En andere waarden onttrekt dan eerder aangegeven was. Nou, en dan verder als laatste hebben wij geconstateerd dat wij, maar ook anderen, foutieve invoeren in het LGR hebben. Dat kan zijn dat er dubbele luslengtes zijn ingevoerd in plaats van enkele luslengtes. Maar er zijn ook gevallen bekend dat er gewoon een getalletje verkeerd was, waardoor systemen een kilometer verderop geprojecteerd zijn en nu ineens midden in een volle woonwijk komen. Nou, hoe kan je daarmee omgaan? Dat zal Henk dadelijk wel verder gaan uitleggen en Annelies heeft het ook al aangestipt. Dat is, je kan compenseren in het ontwerp. Je kan misschien zorgen voor meer balans. Je kan zorgen voor een andere warmte-koude vraag. Of je kan de systemen dieper leggen. En ook daar kan je mee spelen met het ITGBES om te kijken wat zijn de effecten. Wat nu als je zo'n cluster hebt waar al die systemen elkaar beïnvloeden of die al heel veel invloed hebben. Nou, op zo'n moment adviseren wij dan als bevoegd gezag aan een ontwerper, ga in overleg, ga in gesprek met de ontwerper of de eigenaar van het systeem wat je benadeelt. Onze ervaring is dat 9 van de 10 keer zo'n systeem dusdanig ontworpen is dat er ruimte is om jouw systeem toch nog aan te leggen. Het derde punt is hier de interferentiegebieden. Sommige nieuwbouwwijken worden zo vol dat het wel zinnig lijkt om daar toch regie in te nemen voor gemeentes. Anders is het zo dat mensen niet meer een bodemenergiesysteem kunnen aanleggen. En met een interferentiegebieder zou je dus ervoor kunnen zorgen dat iedereen een gelijk deel van de bodemenergie gaat kunnen gebruiken. Vraag is alleen, hoe doe je dat met bestaande situaties? Maar daar moeten we nog eens over nadenken. Nou, en tenslotte, als het ontwerp aangeeft dat het niet kan, kan je natuurlijk altijd nog geavanceerde modelmatige berekeningen doen. En ook dat heeft Henk al aangegeven. En dan denk ik dat het er voor mij op zit. En dan gaan we nu naar Henk Witte. Nou, het zit er. Dank je wel, Ronald, als eerste voor je presentatie. Was helder en duidelijk. Ik zie toch nog wel een paar vragen die eigenlijk best wel voor jou zijn. De eerste vraag die komt van Beert Volkers van Duraterm. Ja. Hij zegt, in LGR zijn soms waarden opgegeven die gewoon niet kunnen. Hè, qua warmte en koude onttrekking. Als je die waarde krijgt van de omgevingsdienst, moet je daar dan toch mee rekenen? Hoe gaan jullie daarmee om?
Nou, als wij het zelf zien, proberen we die al te corrigeren. Maar ook wij zien niet altijd alles van wat we aanleveren. Koppelen terug, dan kunnen we daar naar kijken. Ja, dus eigenlijk is je antwoord, ga met ons in gesprek als je ook als installateur dingen ziet die niet kunt, die niet kunnen, zodat we gezamenlijk het systeem verbeteren. Ja. En dan komt de vraag, dit is ook echt een voor jou Ronald, van Anneke Zonneveld. Welke gegevens moet je in LGR invullen? En wat als het meldingsformulier niet compleet is? Nou, als het meldingsformulier niet compleet is, is de melding niet compleet en mag het niet aangelegd worden. Ja. Dat is heel simpel. Tenminste, zo staan wij erin. Heel rechtlijnig. Wat er ingevoerd moet worden in LGR, ja, ik weet niet wat haar achtergrond is. Anneke, misschien kun je even je vraag toelichten. Dan moet je even nou, microfoon... Ik worstel de hele tijd met meldingsformulieren en wat ik moet invullen in het LGR. Ik weet niet wat ik moet invullen. Termen als... Ik ben geen techneut voor bodemenergiesystemen. Ik heb er nog onvoldoende gevoel voor wat is warmtevraag, koude vraag, rendement en dat soort zaken. Dus okay. Ik zoek gewoon vaste getallen die ingevoerd moeten worden. En wat is ongeveer juist? Is een getal van 100, is dat goed? Is 20 een reëel getal? Dat gevoel heb ik helemaal niet. Ja, dit gaat wat verder, denk ik. Maar in feite staan de essentiële waarden die je moet invoeren, zoals gebouwzijdige warmtevraag en gebouwzijdige koude vraag, die staan in het formulier. En ook de SPF, die staat in het formulier. Dus... Ja, maar is die SPF, is dat een reële waarde? Want je krijgt een getal, zeg maar, van de leverancier. Ja. Je krijgt een mooi gecertificeerde certificaat. Er staat 4,3 op. Ja, is dat zo? Ja, weet ik niet. Ja, nou, wacht even Ronald, Anneke. Ik ga nu toch even gezien de tijd inbreken op deze discussie. Anneke, ik weet dat Bodem Energie NL, kijk, ook mensen die erkenning halen, die moeten cursussen volgen. En ik proef hier toch wel wat gebrek aan kennis. Ja. Dus misschien kunnen we buiten deze sessie om eens doorpraten van hoe je daarin bijgeschoold zou kunnen worden. Want dat proef ik hier toch wel een beetje. Ik probeer ondertussen tegelijk even. Dus komt ook nog bij wie vraag ik de gegevens op? Nou ja, in principe kun je in de WKO-tool vinden waar de systemen zitten. Ik weet dat het lastig is om daar alles uit te krijgen. En de gegevens die vraag je op bij de omgevingsdienst of gemeente. En tegenwoordig is dat altijd de omgevingsdienst. En die zullen dat anoniem aan moeten leveren. Ja, nou, ik kan in ieder geval zeggen dat wij op basis van X- en Y-coördinaat geven wij gewoon een Excel-overzicht van alle systemen waarvan wij op de hoogte zijn. Dus dat zijn zowel de systemen die al geregistreerd zijn als de systemen die in behandeling zijn. Die geven wij dan altijd door in het overzicht. Ja, en Ronald is een. Jij bent een goed voorbeeld. Han de Rijk bijvoorbeeld, die geeft ook nog even aan. Of geeft ook nog even aan. Geeft ook aan dat systemen voor 2030 vaak lastig in te voeren zijn. En dat klopt. Dat wisten we ook toen we bezig waren met de regelgeving. Daarom verzoeken we gemeentes om dan maar nul in te vullen. Ja, als het lastig wordt dat er veel van dat soort systemen in je buurt zitten. Ja, dan zul je toch een keer bij de mensen aan moeten gaan bellen, de eigenaren. En om daar toch zoveel mogelijk gegevens boven tafel te halen om een goede interferentieberekening te kunnen doen, dan gaat het maatwerk worden. Nou, er staat ook vaak dat gemeenten het niet invoeren. Ja, helaas is het ook niet verplicht, maar als Rijksoverheid pushen we echt wel om dat te doen. Want aan de discussies die nu hier gevoerd worden, dan zie je wel van hoe belangrijk het is om al die gegevens te hebben. Want anders kun je simpelweg geen goede interferentieberekening doen. Dus het is een oproep aan zowel de installateurs, maar in dit geval echt vooral ook aan de bevoegde gezagen van
zorg dat dat LGR actueel wordt. En toevallig kreeg ik van de week nog een berichtje dat de WKO-tool toevallig zeer recent weer geüpdate is. En hij wordt weer dagelijks bijgehouden. Ronald, jij wilde reageren. En dat is dan de laatste reactie. Ja, en dan gaan we verder met de presentatie van Henk. Want anders lopen we echt veel uit de tijd. Even één opmerking over het invoeren. Wij krijgen ook meldingen van 200 systemen in één keer. En dat inkloppen, dat is nog steeds heel lastig. Dus ook daar vragen wij aan de mensen van het LGR om dat nu mogelijk te maken. Want wij kunnen nog steeds geen Excels importeren. Dus dat is vanuit de bevoegd gezagkant is dat lastig. En ik zie van waarom kunnen marktpartijen niet in LGR kijken? Dat klopt, dat kan nu nog niet. Maar met de BRO gaat dat veranderen. Oké, maar daar sluit ik nu echt, Annelies, deze discussie. Want ik zie een beetje kijken. Want anders ik wil alleen even zeggen, per 2022 is dat. Oké. Okay. Dan nog even, ja. Dus dat duurt nog even. Maar ja, dus nogmaals de oproep, bevoegd gezagen, probeer dat vanaf nu al zo goed en volledig mogelijk te doen. En graag ook met terugwerkende kracht. Maar Ronald gaf ook al aan dat Omgevingsdienst Midden-West-Brabant daar wel naar streeft. Trouwens, ik weet dat je verder wil, Jan Frank, maar ik heb twee korte opmerkingen toch. Allereerst voor de vraag over gegevens en de cursus die te technisch is. Er zijn natuurlijk, zeker in de eerste versie van de BUM, de rapportage die daarbij hoort. Toen zijn we ook uitgegaan van bijvoorbeeld referentiesystemen, referentiewoningen. Die zijn weliswaar wat gedateerd, maar nog niet zo enorm gedateerd dat, Anneke, je daar niet misschien al een klein beetje een beter gevoel gaat krijgen bij getallen. Dus misschien moet je daar even naar gaan kijken. En met het LGR en de WKO-tool en de BRO, wat ik wel een probleem daarbij vind, wij vragen altijd bij bevoegd gezag na, omdat je dan ook een hele duidelijke pijldatum hebt die ook geregistreerd is van ik heb op die datum iets gevraagd en reactie gekregen van het bevoegd gezag. En anders krijg je later altijd de discussie, jullie hebben iets ingeleverd, maar dit systeem zit er niet bij. Nee, toen ik in het LGR keek, zat het er nog niet in. Dat wordt natuurlijk wel een probleem voor de toekomst waar je dan ook iets aan moet gaan doen. Want we zijn wel bezig met een formele effectenstudie voor negatieve interferentie. Waarbij eigenlijk geldt wie het eerst komt het eerst maalt. En als jij gemeld hebt hoor je beschermd te zijn. Maar als dat dan niet in het LGR zit en als er discussie over ontstaat. Dan schieten we daar ook helemaal niks mee op. Precies. Henk. Ja, dank. En je hebt het woord al en je mag het woord houden, want ik verzoek graag om het tweede gedeelte van jouw presentatie te presenteren. Oh, jullie horen mij niet. Zien jullie mijn scherm? We zien je en we horen je. Heel goed. Oké, nou een paar praktijksituaties die wel eens voorkomen. Het werd al aangegeven. Bijvoorbeeld, je hebt een heel groot aantal systemen en we kennen natuurlijk een aantal aanbieders in de markt die zeggen wij ontwerpen op een bijzondere manier, op een speciale manier, waarbij er eigenlijk nooit interferentie tussen onze systemen kan zijn, want wij werken met water. Dat is op zich natuurlijk geen argument, want als je op 5 graden ontwerpt in plaats van op 0 graden, dan kan je ook ten opzichte van 5 graden interferentie veroorzaken. Maar wat wel zo kan zijn, is dat je zegt, ik heb zo'n danig energiebalans dat ik eigenlijk mijn buren helemaal niet thermisch beïnvloed. En de vraag is dan, zou je dat nu, als je een groot aantal systemen hebt, dan wel kunnen aantonen met ITGBS? En de andere vraag waar Ronald het al over had is, er is interferentie, wat nu? Wat kan je daaraan gaan doen? En het derde punt, we hebben al een paar keer gezegd, zeker bij grotere aantallen systemen, dat je eigenlijk niet goed kan uitrekenen met ontwerpmethoden zoals Earth Energy Designer, wat de interferentie is. En dat levert dan eigenlijk ook meteen de vraag op, hoe ga je nou om binnen je ontwerp met interferentie? En interferentie bij meer dan 20 systemen, dat ga ik alleen maar eventjes een paar dingen laten zien waarmee je dat zou kunnen doen. Daar gaan we verder niet echt op in qua tijd en ook qua diepgang. Dat gaat eigenlijk veel te ver.
Nou, een groot aantal systemen. In het begin hebben we eigenlijk al gezegd dat ook bij het bepalen van de zoekstraal, we zeggen ja, op 60 meter afstand zou je een 10e graad in een worst case scenario een 10e graad temperatuureffect kunnen hebben. En als het nou minder wordt dan een 10e graad, ja, dan is het eigenlijk zo klein, dan valt het binnen de marge, dan valt het binnen de meetnauwkeurigheid van bijna alle normale temperatuursensoren. Daar gaan we ons niet druk over maken. Dus eigenlijk zeggen we alle effecten kleiner dan een 10e graad, dat tellen we niet mee. Nou, dat opent dan natuurlijk de mogelijkheid waarbij je zegt, als ik nu aantoon dat ik minder dan een 10e graad temperatuureffect veroorzaak op het dichtstbijzijnde systeem, ook al moet ik dan van 100 systemen alle temperatuureffecten bij elkaar optellen, ja, die zijn allemaal dan kleiner dan 0,1 graden. En dan hoef ik, als ik 0 ga optellen, blijft het 0. Dus dan kan ik nooit een negatief temperatuureffect hebben en dus nooit interferentie hebben. Met andere woorden, als ik nu binnen een groot project het systeem met de grootste netto energievraag aan de bodem neem, dus daarmee neem ik mijn energiebalans mee. Ik heb bijvoorbeeld 7 megawattuur warmte die ik uit de bodem haal en 5 of 6 megawattuur koude die ik weer teruglever in koelbedrijf. De grootste netto energievraag die pak ik uit mijn hele project. De worst case van mijn hele project. Dan voer ik vervolgens een extra systeem in, een dummy systeem met coördinaten, zo dat de afstand tussen die twee systemen de kleinste afstand is binnen mijn hele project. Stel dat de twee dichtst bij elkaar gelegen woningen op 7 meter afstand liggen, dan voer ik daar 7 meter in. En daarbij moet je dus realiseren dat stap 1 en stap 2, dat kunnen twee verschillende systemen zijn. Hè? Je kan een systeem met de grootste netto energievraag, die misschien wat verder weg ligt van andere systemen, dan de twee systemen die dichtst bij elkaar liggen. Dus met stap 1 en stap 2 bij elkaar heb je eigenlijk de worst case binnen jouw project te pakken. Nou, dan breek je temperatuureffect en zeg je vervolgens, is dat nu kleiner of groter dan een 10e graad? Ik heb dat hier in een voorbeeldje uitgewerkt waarbij ik zeg, nou, mijn maximale totale warmtevraag is 12 megawattuur per jaar. Koude vraag 7 megawattuur per jaar. Rendement, hè, wat ik invoer bij mijn melding, is het totale rendement 4,4. Rendement koeling forfaitair 20. De boringen zijn 100 meter diep. Netto energievraag van de bodem, die heb ik uitgerekend. En de kleinste afstand tussen de systemen in het project 8 meter. Als het goed is, zoom ik nu eventjes in. En je ziet hier feitelijk de gegevens zoals die ingevoerd zijn. Waarbij je inderdaad ziet, het belangrijkste is hier 4. Dit is het y-coördinaat. En het volgende y-coördinaat heb ik eigenlijk gewoon 8 meter verschoven. Daarmee wordt dan de afstand tussen de systemen 8 meter. Verder zie je ook dat ik hier eigenlijk de energievraag allemaal op 0 heb gezet. Dus ik reken alleen het effect van systeem 1 op systeem 2 uit. Dat kan dus met ITGBS. En wat je dan hier ziet in die berekening is dat je ziet dat ik een temperatuureffect heb uitgerekend van min 0,08 graden. Nou, dat is kleiner dan min 0,1. En daarmee kan ik dan aantonen dat ik, ook al heb ik 100 systemen binnen een project, dat die nooit negatieve interferentie kunnen veroorzaken ten opzichte van elkaar. Ik weet niet, Jan Frank, of het handig is om, als hier al vragen over zijn, om daar dan even op in te gaan. Nou, er is niet eens echt een vraag over, alleen een opmerking van Mark Schrover. Dat mensen dat dan wel duidelijk aan moeten geven bij de melding, dat ze dat op deze manier gedaan hebben. Klopt. Maar volgens mij is het ook in de structuur van de BUM-HUM die Annelies schetste, is daar ook een onderdeel voor opgenomen. Ja, klopt. Dus daarnaar kan dan verwezen worden. Oké. Dus ga door, Henk. Ja. Nou, de tweede voorbeeld is interferentie. Wat nu? En dan kan je eigenlijk twee typen interferentie onderscheiden. Jij veroorzaakt interferentie op een ander systeem, of andere systemen veroorzaken interferentie op jouw systeem. Jij veroorzaakt interferentie op een ander systeem. Dat kan. Dat zien we in dit geval. En wat kan je daar dan aan doen? Je ziet hier, mijn systeem is in dit geval systeem 1. Ik heb dat even rood gemaakt voor de duidelijkheid. En systeem 1 zien we hier veroorzaakt een totaal temperatuureffect op systeem 4 van min 0,6 graden. Waardoor
met alle andere bestaande systemen in de omgeving erbij het totale temperatuureffect op -1,55 komt. Dus net te veel. Wat kan ik doen? Nou, ik kan verschillende dingen doen. Hè. Vaak wordt er gezegd, ja, het wordt duurder, ik moet dieper boren. Heel vaak kan je zeggen, kan je nou je warmtevraag niet wat verkleinen? Kan je niet bijvoorbeeld, als je nou een douche-WTW toepast, kan je de koude levering vergroten? Door bijvoorbeeld een andere regeling toe te passen. En wat wij in de praktijk vaak merken, is dat mensen zeggen, ja, die koude levering, dat schatten wij eigenlijk altijd conservatief in. Want dan gaan we niet onderdimensioneren in het ontwerp. Maar op het moment dat je merkt dat je daardoor interferentie krijgt, kan je zeggen, nou, laat ik dat nou eens beter uitrekenen. Of laat ik eens kijken of ik in mijn energie, hoe ik dat ga regelen in de woning, ervoor kan zorgen dat ik gewoon wat meer koeling ga leveren naar de bodem toe, wat meer warmte naar de bodem terug ga leveren. Je kan natuurlijk zelfs er nog voor kiezen om bijvoorbeeld een zonthermisch paneel of iets dergelijks neer te zetten om te gaan regenereren. Misschien is het ook mogelijk om je boring te verplaatsen. Hè? Om te kijken van, goh, als ik nou mijn boring of mijn twee boringen op een wat grotere afstand zet. In dit geval zou dat bijvoorbeeld betekenen dat ik ze niet op 11,7, maar op 16,4 meter afstand moet zetten. Bij wijze van spreken verplaatsen van de achtertuin naar de voortuin, om maar wat te noemen. Dat kan soms mogelijk zijn. Dan kan ik ook al mijn interferentie voorkomen. En in het uiterste geval, in dit geval kan je zeggen, boor wat dieper, hè, waarmee je je onttrekking per strekkende meter vermindert en daardoor ook minder interferentie veroorzaakt. En dat zou betekenen dat je misschien tot 120 meter diep moet gaan boren. Dus er zijn verschillende mogelijkheden om iets aan die interferentie te gaan doen. Er zijn diverse vragen. Okay. Ik dacht dat je klaar was met dit voorbeeld. Ja, met deze klopt. Deze is nu afgerond. Ja. We hadden namelijk ook nog even wat vragen over het vorige voorbeeld. Want mensen konden natuurlijk niet zo snel intypen. Weet je wel, met die twee systemen met een redelijke mate van energiebalans. Ja, dat is deze. Ja, Marcel Imthorn die zegt van ja, maar als je 100 systemen hebt met allemaal 0,08 graden. Dan kom je op 100 keer 0,08 en dat is volgens mij 8 graden. Ja, maar Marcel die heeft niet helemaal geluisterd, denk ik, naar wat ik zei. Want dat was dat we ook in de klankbordgroep en ook bij de eerste BUM-BE bijlage 2 afgesproken hebben dat 0,1 graden de grens is waarboven we temperatuureffecten niet mee hoeven te rekenen, omdat ze dan eigenlijk in alle marges wegvallen. En daar kan je best over discussiëren wat die grens moet zijn. Moet dat 0,2 zijn? Moet dat moet dat 0,15 zijn? Moet dat 0,05 zijn? Wij hebben op dat moment hebben we twee besluiten genomen. Hè. We hebben aan de ene kant gezegd, een temperatuureffect kleiner dan een tiende graad, dat rekenen we niet mee, omdat dat eigenlijk zeker na 20 jaar in alle marges wegvalt. We weten ook dat we niet elk jaar precies dezelfde warmtevraag zullen hebben bijvoorbeeld. We weten dat de temperatuurmeting die gedaan kan worden in de orde grootte van een tiende graad nauwkeurigheid heeft. Dus dat is de grens die wij gekozen hebben om te zeggen onder de 0,1 graden rekenen we niet mee. Andere keuze die toen de tijd ook gemaakt is, is om te zeggen, we staan 1,5 graad temperatuureffect toe. Dat betekent eigenlijk dat we in maximaal over 30 jaar ervan uitgaan dat nou je een 5% effect op je rendement zou kunnen hebben in het meest ongunstige geval. Dus we hebben, hè, om de boel niet helemaal op slot te zetten, niet helemaal zodanig af te grendelen dat er geen bodemenergie of dat het heel moeilijk wordt om bodemenergie te realiseren, hebben we daar een aantal grenzen ingesteld. En op basis van die grenzen kan je dan zeggen, nou, als we daar het over eens zijn, hè, daar mag je best over discussiëren, maar tot nu toe zijn we het er allemaal over eens dat we die tiende graad temperatuureffect accepteren, dan hoef je die systemen niet mee te rekenen en kan je zeggen, dan is er geen interferentie. Dus ja, het is een enige arbitraire grens, maar er ligt wel een gedachte aan ten grondslag. Er is nog een vraag die hier eigenlijk over gaat van Beert Volkens van Duratherm. En hij zegt van ja, waarom geldt er bij open bodemenergiesystemen de grens van 0,5 graad? En dat is geen grenswaarde, maar
Daar bij de effectenstudie wordt bekeken tot waar het halve graad invloedsgebied ligt. En als daar dan systemen in liggen, moet er een beschouwing van de effecten komen, zeg maar. Ja, klopt. Maar het is bij openbodem energiesystemen wat ingewikkelder. Aan de ene kant is het zo dat bij openbodem energiesystemen in de praktijk er een thermisch invloedsgebied van een halve graad temperatuurverandering in het grondwater isohypse wordt berekend, of isohypse in de isothermen, wordt toegepast als wat het maximale effect is. Dat is natuurlijk ook een beetje een arbitraire grens. Het verschil is dat grondwatersystemen water actief oppompen en terugpompen. En het andere effect is dat als je grondwater van 7 graden mengt met grondwater van 7 graden, dan blijft het 7 graden. En bij gesloten systemen werkt dat net wat anders. In mijn ervaring is het zo dat op het moment dat je binnen het invloedsgebied van de warme bron van een open bodemenergiesysteem licht, of eigenlijk dat het thermische invloedsgebied van het open en het gesloten systeem elkaar overlappen, wat betreft de warme bron, dat je dan een gecombineerde effectenstudie moet doen. En dan is het eigenlijk een beetje de vraag, wat vindt bevoegd gezag acceptabel? Ik heb het zelf een keer meegemaakt dat bevoegd gezag in eerste instantie zei, geen effect is nul, niet 0,1, niet 0,01, niet 0,001, maar nul. En later toch accepteerde dat als het minder was dan een paar tiende graden, dat het eigenlijk helemaal niks uitmaakte voor het open systeem. En in andere gevallen zie je dat bevoegd gezag inderdaad accepteert dat een halve graad of een graad temperatuureffect toegestaan is. En in andere gevallen zegt het bevoegd gezag van nou, je hebt keurig uitgerekend wat jij verwacht dat het temperatuureffect is. Vraag maar aan de beheerder van het open systeem of ze daarmee akkoord gaan. Voldoende beantwoord? Ja. Nog meer vragen, Annelies? Voor nu even niet. Wel een opmerking van Han. Van ja, om dit zo, je moet eigenlijk al voorkomen aan de ontwerpkant van de woning of het gebouw, dat je een hele grote warmtevraag krijgt. Bijvoorbeeld door een hogere koude vraag, zegt hij zelfs. Door een serre. Door een hogere koude vraag met een serre bereik je eerder balans, zegt hij. Ja, balans op zich is niet een iets om naar te streven. Maar het is wel een middel om een doel te bereiken. Wat bijvoorbeeld bij hoge dichtheid woningen een gunstiger kan zijn dan alleen maar dieper boren. Ja, en het is zeker waar dat je daar eigenlijk, en dat zien wij met name ook binnen interferentiegebieden, dat je er niet pas over na moet gaan denken op het moment dat alles al ontworpen is en je alleen nog maar vraagt aan het boorbedrijf of de ontwerper van het ondergrondse systeem van ga mij nou maar eens een ontwerp opleveren met deze uitgangspunten. Want dan ben je inderdaad eigenlijk te laat. Dus het is een hele goede opmerking om te zeggen van ga nou integraal ontwerpen. En zometeen gaan we dat nog wel heel even zien. Realiseer je dat ontwerp een iteratief proces is waarbij je eigenlijk naar de beste oplossing zoekt naar wat jij moet doen in het kader ook van interferentie. En je hebt verschillende knoppen om aan te draaien. Dat kan de woningzijde zijn, dat kan het gebruik zijn en dat kan ontwerp van je bodemwarmtewisselaar zijn. Dus zeker, ja, absoluut helemaal mee eens. Goed, dan kunnen we verder gaan naar de volgende case. Die is gelukkig wat eenvoudiger op te lossen. Want dat is eigenlijk de vraag, wat moet je nu doen als andere systemen interferentie veroorzaken op jouw systeem? Nou, dat is of we bij die mensen gaan aanbellen en vragen of ze minder willen doen, wat natuurlijk niet echt realistisch is, is het eigenlijk veel gemakkelijker. En dat is wat we hier zien, is dezelfde situatie. Wij hebben weer systeem 1 en de omgeving oefent op ons een effect uit van min 1,82 graden. Nou, wat moet ik nu doen? Dat is niet zo heel ingewikkeld. Ik ga namelijk mijn ontwerptemperatuur verhogen. En hoe verhoog ik die?
Nou, die verhoog ik met tenminste het verschil tussen de toegestane interferentie, tenminste wat wij in de wandelgangen toestaan, of wat ik als ontwerper wenselijk acht. Hè. Ik mag best zeggen, nou, ik wil gewoon helemaal geen interferentie accepteren. Ik wil gewoon mijn ontwerptemperatuur, waarbij ik mijn rendement garandeer, altijd kunnen halen. In het ene geval zeg je, ik verhoog mijn ontwerptemperatuur met ongeveer 0,3 graden. Dus stel, ik lever mijn rendement bij 0 graden bodemzijdig, dan ga ik nu ontwerpen op 0,3 graden om voor die interferentie te compenseren. Stel, ik ontwerp mijn bodemcircuit op 5 graden omdat ik met water werk, dan ga ik ontwerpen op 5,3 graden. Dus weer gewoon mijn ontwerptemperatuur met de interferentietemperatuur verhogen. Dus dat is het minimum waarmee ik hem moet verhogen om voor de interferentie met de bestaande woningen te compenseren. Duidelijk? Zijn hier vragen over? Nee? Nee, niet. Oké. Dan gaan we eigenlijk dat nog doortrekken. Wacht even, ja. Moet je iets meer tijd geven, want mensen kunnen niet nou, zo snel... Nou, anders, we zijn er bijna doorheen. Dus ik zou zeggen, dit is het ene laatste plaatje, denk ik. Als we dit nog even uitleggen, dan zien we daarna nog of er vragen zijn. Dit is eigenlijk een beetje dezelfde situatie, maar dan, en daar is al een paar keer eerder over gesproken, als je nou meerdere systemen hebt die je aan het ontwerpen bent, hoe ga je dat dan doen? Nou, eigenlijk niet veel anders dan wat tot nu toe geschetst is. Ik kijk ook naar de interferentie tussen die systemen en wat ik hier zie, is bij, hè, wat je hier ziet, is ik heb uitgerekend met mijn ontwerpprogramma Earth Energy Designer, dat de lengte voor, hè, als dit een collectief systeem zou zijn, zijn ze allemaal 130 meter diep. En dan zie ik dat deze hier een interferentietemperatuur heeft van min 1,3 en deze hier min 1,9 en deze min 1,6 en deze min 1,7. Dus die interferentietemperaturen die zijn in sommige gevallen hoger dan min 1,5. Wat ga ik nu doen? Nou, ik ga net als wat ik hier schetste mijn ontwerptemperatuur verhogen met de interferentietemperatuur die ik vastgesteld heb. En dan ga ik voor alle individuele systemen een nieuwe lengte berekenen. En die lengte die zal dan voor de systemen in het midden bijvoorbeeld 150 meter worden. En voor de systemen aan de rand misschien zelfs wel 110 meter. En als ik dan naar de interferentie ga kijken, dan zie ik dat die allemaal onder de, ik heb de getalletjes er hier niet bij gezet, maar dat die allemaal onder de min anderhalf komt en dat ik mijn ontwerp op orde heb. En dit is iets wat we wel doen in een iteratief proces waarbij we toewerken naar een ontwerp waarbij uiteindelijk de interferentie tussen de systemen allemaal minder is dan die anderhalve graad en alle systemen een geoptimaliseerde lengte krijgen voor hun individuele bodemwarmtewisselaar. Daarmee kom ik eigenlijk aan het einde van deze presentatie, waarbij ik dan alleen nog iets heb staan en verder. Nou, interferentie tussen open en gesloten systemen, dat hebben we net kort behandeld. Dat kan ingewikkeld zijn. Gelukkig is er een technisch onderzoek gesloten bodemenergiesystemen, waar ook gekeken is naar wanneer kan er nu interferentie tussen open en gesloten systemen optreden. En daaruit blijkt dat je eigenlijk je gesloten systeem in het thermische invloedsgebied van de warme bron van het open systeem moet liggen. Dus daarmee kan je al in heel veel situaties uitsluiten dat er negatieve effecten op kunnen treden. Heel vaak zijn de effecten tussen gesloten en open systemen positief. Interferentie bij grotere aantallen systemen, ja, dan, hè, als het niet meer met ITGBES kan, met de Excel tool kan, dan zal je naar bijvoorbeeld VFLOW moeten of MLU, een ander numeriek model waarmee je kan berekenen, of het programma waarmee wij de correlaties berekend hebben, de onderliggende gegevens berekend hebben. En die kan ook voor grote aantallen systemen nauwkeurig de temperatuureffecten bepalen. En dat gebruiken we ook onder andere om te gaan optimaliseren binnen interferentiegebieden. Dat is een ander punt waar Ronald het ook al over had. Het grote voordeel van een interferentiegebied is natuurlijk dat je niet meer alleen rekening houdt met systemen die er al zijn, maar dat je ook iets kan gaan zeggen over systemen die er nog gaan komen. En dat je dus eigenlijk kan proberen om de bodemenergie die ter beschikking is voor al die systemen zo goed mogelijk, zo eerlijk mogelijk te gaan verdelen. Ja, daarmee kom ik aan het einde van mijn presentatie en wil ik jullie heel erg hartelijk danken voor de aandacht.
Henk, wij willen jou ook bedanken, maar er zijn toch nog wel wat vragen binnengekomen. Nou, we zijn nog op tijd, geloof ik. Hè, zelfs. Ja, we gaan nog een minuutje of vijf zeker door. Ine Vinkers die vraagt, kun je de ontwerptemperatuur zomaar onbeperkt blijven verhogen? En gelijk achteraan de vraag van Harry, dat klinkt wel simpel, tenzij je een boordieptebeperking hebt. Ja, alle twee juist. De eerste vraag, kan je de ontwerptemperatuur blijven verhogen? Nee, want je hebt natuurlijk te maken met het feit dat er een natuurlijke bodemtemperatuur is en dat we in Nederland geen warmteoverschot mogen hebben. Dus dat betekent eigenlijk dat we de temperatuur in de bodem niet kunstmatig mogen of kunnen verhogen. En dat betekent dat je dus altijd die beperking hebt van een natuurlijke bodemtemperatuur. Maar 1,5 graad verhogen, dat moet in de praktijk wel mogelijk zijn. Ik zie nog niet veel ontwerpen die een hogere ontwerptemperatuur dan 5-6 graden toepassen, ook als ze met water werken. En dan zou je naar 7,5 graad gaan. Dat is misschien wel wat lastiger te realiseren, maar niet onmogelijk. En beperking van de boordiepte, ja, dat is natuurlijk een aspect wat een belangrijke rol speelt. Een opmerking daarbij is wel dat wij kijken naar energiebalans op jaarbasis. Dus dat betekent eigenlijk dat als je nou maar in de zomer erin staat bent om gewoon een grote hoeveelheid van de gewonnen warmte weer in de bodem terug te brengen, dat je eigenlijk ook net zoveel verwarming kan leveren in de winter als je nodig hebt. Hè. Dus het is niet zo dat het daardoor onmogelijk wordt. Maar wat dan beperkend gaat worden, is het vermogen wat je nodig hebt bij een kortere luslengte. Maar dat wordt wel een gecompliceerd ontwerpverhaal. Dus gaat een beetje ver voor deze presentatie, denk ik. En dan de vraag van Ronald. Hoe kan een bevoegd gezag dat controleren, die compensatie voor temperatuur? Ja, dat is een goede vraag. Op dit moment is dat niet zo dat er een vorm voor de effectenstudie voorgeschreven is. Hè. Die is in feite vormvrij. Wij maken het zelf inzichtelijk omdat wij in onze effectenstudie de berekende interferentietemperatuur en de gehanteerde ontwerptemperatuur erbij zetten. Dus het is gewoon in de effectenstudies die wij zelf doen, is het expliciet. In andere gevallen zou je misschien als ontwerpgegevens bijgeleverd zijn, daarnaar kunnen kijken. Het nadeel van de ontwerp, het standaardprogramma wat in Nederland gebruikt wordt, is Earth Energy Designer. En we zien vaak dat dat bijgeleverd wordt als ontwerpdocument, een uitdraai van Earth Energy Designer. Daar staat wel de temperatuur in die het medium bereikt, maar de ontwerptemperatuur die daarvoor ingevoerd is, die staat er niet bij. Dus dat is dan een beetje een probleem dat je niet weet wat de uitgangspunten van de ontwerper zijn geweest. Dat kan misschien een probleem zijn. Ja, en in de toekomst zouden we daar misschien nog eens een keer iets over kunnen opmerken bij het aanleveren van gegevens of in de BRL 11001 in het documenteren van je ontwerp. Nou, dan stelt Ieder Vinkers nog een vraag van beschouwen we een melding met vele kleine GBS'en nu als een grote GBS of als een kleine? Die kan ik beantwoorden, Ieder. Dat beschouwen we als vele kleine, want het zijn allemaal individuele systemen. Dan komt Marcel Imthoorn nog met een vraag. Er wordt bij de, dit moet ik nu live even lezen, Marcel. Er wordt bij de problematiek van interferentie helemaal voorbij gegaan aan de basis, namelijk de ontwerpgegevens van een gebouw. Zolang daar geen uniforme ontwerpmethode voor is, staat de hele interferentie op losse schroeven. Bijvoorbeeld ga je uit van maximale transmissie voor 25 jaar, terwijl we in die 25 jaar slechts 5 uur casejaren hebben. Nou, dat vind ik wel een mooie vraag voor Henk als laatste voor jou, ja, om op te reageren. Ik ben het er wel en niet mee eens. Ik ben het er inhoudelijk met Marcel eens dat wij zitten natuurlijk aan niet alleen op het gebied van interferentie, maar ook op het gebied van ontwerp. Op het gebied van bijvoorbeeld bepalen van warmtegeleidingscoëfficiënt van de bodem, om maar wat te noemen, zitten we heel erg nauwkeurig te kijken naar de bodemzijdige ontwerp.
En daar kan je best nog een heleboel over zeggen en over opmerken. Maar dat doen we denk ik vrij nauwkeurig. Aan de andere kant weten we dat wat aan de gebouwkant wordt berekend, dat vaak, om het heel extreem te zeggen, bijna niet meer dan een slag in de lucht is. Hè? Je krijgt dan misschien een EPC-berekening resultaat of iets dergelijks. Maar dat geeft natuurlijk maar heel beperkt, kwalitatief heel beperkte informatie. Dus ik ben het wat dat betreft helemaal met Marcel eens. Aan de andere kant is het wel zo dat wij gewoon ontwerpen met die gegevens. We zeggen ook niet, we kunnen geen ontwerpen maken. We kiezen daarin bepaalde uitgangspunten. Het protocol 11.001 is daar toch ook wel vrij duidelijk over. Dat tussen de boven- en ondergrondse ontwerpen er overeenstemming moet zijn over de uitgangspunten met betrekking tot energie. Dus als je het daar niet mee eens bent, en dat is in de praktijk, komt dat toch nog wel eens voor. Dat je dat gewoon overlegt met je opdrachtgever en zegt, nou, dit lijkt mij niet verstandig om het zo te doen. Misschien moet je het anders doen. Daar komt dan een resultaat uit waar je het allebei mee eens bent. En op basis daarvan ga je dan ontwerpen. En ook op basis daarvan gaan wij dan interferentie bepalen. En dat is op dit moment de praktijksituatie. En wellicht kunnen we dat nog allemaal veel beter gaan doen. Oké. Ja, ik zie toch. Ik hoop dat ik Marcel daarmee voldoende beantwoord heb. Hij heeft geen heel interessant. Maar dit is wel een discussie die nog absoluut niet, of die nog terug blijft komen, want zoveel ervaring heb ik hier inmiddels wel mee. Henk, ja. Ronald en Annelies, ten eerste wil ik jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage aan dit seminar, want ik ga nu naar een afronding toe. En nou, als allerbelangrijkste, want ik zie ze nu wel langzaam verdwijnen aan de getallen, wil ik alle toehoorders bedanken. Dan nogmaals, dit seminar of webinar is opgenomen en dat gaan we met jullie delen. We zullen een uitdraai van de chatdiscussie maken en dan zullen we ook nog even alle vragen schriftelijk beantwoorden. En als laatste doe ik een oproep aan jullie. Zoek ons op als je vragen hebt. Of misschien wel beter, zoek elkaar op. Hè, want daar worden we uiteindelijk met z'n allen beter van. Dus nogmaals, iedereen hartelijk dank voor jullie bijdrage. Prettige middag en avond. En ondanks de omstandigheden vind ik dat het best goed gegaan is. Dankjewel. En dan misschien aan Annelies, Ronald en Henk. Als jullie nog even blijven hangen, dan gooien we de rest allemaal eruit. Kort erna zit. Doe me. Dankjewel iedereen. Fijne avond ook. Ja, bedankt allemaal. Geniet van het goede weer en lekker de tuin in als je die hebt. Het smaakt naar meer, dus wellicht gaan we nog eens een follow-up doen. Dat is iets om over na te denken. Volgens mij moet jij iedereen eruit kunnen gooien, Annelies, als organisator. Ik ga de opname stoppen. Dat sowieso. Zo,